Hallo allemaal en goedenavond bij weer een nieuwe Neil Talk Live. Ja, gezellig. Ja, wij staan hier weer met z'n tweeën. Ja, weer hè. Ja, want we hebben vanavond een heel leuk thema voor jullie. Wat is dat? Ja, de hele stoere street Neil Art. Echt zo superleuk. Ja, een keertje iets anders dan bloemetjes, vlindertjes en bijtjes. Ja, klopt. Ook leuk, maar dit is echt super tof. Ja, we gaan een beetje the edge of going crazy opzoeken. Ja, dat klopt. Ja, we gaan heel veel verschillende facetten van de stoere street Neil Art laten zien. Maar wel hele draagbare street art. Dus dingen die jij ook meteen kunt gaan toepassen bij jouw salon. Ja, klopt. Ja. Er zit ook wel een klein ingewikkelde dingetjes tussen, maar zeker ook een hele wat ingewikkeldere dingen laat Jessica ons vanavond zien. Ja, zeker, zeker. Ja, dat wordt heel erg leuk. Zeker voor de liefhebbers van, nou dat vertellen we straks. Dat komt zo direct. Ja. Vanavond is helaas Cerise er niet bij. Die kon er vanavond niet bij zijn, maar die is volgende week natuurlijk weer. We gaan het ook nog hebben over het Neil Talk Live event. Ja, natuurlijk, uiteraard. Want wat zijn er voor veranderingen geweest? Zijn er veranderingen? En we laten nog wat leuke dingen aan jullie zien. Ook, ja. En we hebben ontzettend veel demo's, hè? Heel veel demo's, maar we gaan ook een klein beetje de nieuwe kant laten ontdekken. Dus we hebben het gewoon super druk. Misschien moeten we maar... Laten wij maar gaan. Beginnen. Ja, Cerise zegt al in de comments, ik ben er een beetje bij voor jullie vragen. Nou, Cerise, met een hartje, jij bent ook bij ons natuurlijk, in ons hart. Veel liefs. Hm. En Lidie, jij zegt, hallo allemaal, wat heb ik uitgekeken naar deze live? Ja, nou, wij ook, hè? Nou, inderdaad, ja, inderdaad. Want ze gaat helemaal los. Ja, die yes. Dus weer... Het is weer stunning. Ja, weer. Natuurlijk hebben we onze telefoons bij je, want anders kan ik natuurlijk die comments niet zien. Dus als je een vraag hebt of een opmerking, stel hem en wij schrijven het op en we behandelen het wanneer het moment daar is in de show. Zullen we maar meteen naar Jessica gaan? Ik denk dat het een goed plan is. Jessica, wat heb jij voor ons in petto? Nou, is heel erg leuks, Pepijn. Vanavond gaat de show natuurlijk over street art, letterlijk vertaald. Straatkunst. Nou, heel vaak krijg ik de vraag, waar haal jij je inspiratie vandaan? Hoe word jij geïnspireerd? Dan zeg ik heel vaak, lekker zweverig, door het leven. Maar in dit geval is dat ook zo. Want wij zijn een aantal jaar geleden naar het prachtige eiland Ibiza geweest. Echt geweldige tijd gehad. Supermooi. Voor de mensen die er nog nooit zijn geweest, absoluut een aanrader. En we gingen toen naar een leuk Ibiza-marktje. Nou, ik kijk altijd overal naar het leven. En we hadden onze auto geparkeerd en we liepen dus naar het Ibiza-marktje. En op een gegeven moment, heel groot gebouw, staat er dus een enorme graffiti van een chihuahua. Kijk nou. Echt huge. Ik heb hier serieus wel een half uur voor gestaan. Dit is een graffiti. Wow, ja, een graffiti. Het lijkt wel zilver. Ja, zo, inderdaad, het lijkt wel metaal. Lijkt wel een beeld. En helemaal als je echt afstand neemt, leek het gewoon, hij shined gewoon. Maar als je heel goed kijkt naar het kleurgebruik, zijn het eigenlijk gewoon grijs, blauw en wit. En die combinatie van elkaar maakte dat het metaal lijkt. Ik heb daar echt al een half uur voor gestaan en tegen me gezegd, kijk nou hoe mooi. Dus ik heb er foto's van gemaakt, mijn telefoon is gecrashed. Foto's was ik kwijt, helaas. En dat kun je ook niet meer terugvinden. En nu heeft een klant van mij, die is vorig jaar naar Ibiza gegaan, heb ik over verteld. En die heeft dus deze video en foto's weer naar mij toegestuurd. En ik was als een kind zo blij dat ik dat weer had. Van kijk nou naar die design. Oh ja, nu zie je het echt. Ja, wel heel mooi. Het is bizar. Ja. Oké, dat is dat. Maar oké, kijk. Shine. Echt prachtig. En dit wil ik dus vanavond in een art. Want hoe ga je dit nou weer vertalen naar nagels? En dat wil ik jullie laten zien, hoe mijn hoofd werkt. En helemaal, dan heb je één chihuahua, maar wat maak je er dan naast? Want het is wel mooi als kleur weer terugkomt of bepaalde effecten weer terugkomen. En dat ga ik jullie vanavond laten zien. Ja, en natuurlijk is dat weer een e-workshop, dus je kunt weer je certificaat verdienen. Zeker weten. En natuurlijk ook weer een leuke prijs winnen. Nou, een hele leuke. Een hele leuke prijs, maar daarover straks natuurlijk veel meer. Ja. Ik zie dat Eline, jij zegt het lijkt wel mijn hondje. Ja, dat ken ik. Ik heb ook een chihuahua, dus ik was meteen totally in love. Ja, en wat heel leuk is, ik zie dat Stephanie, jij bent er ook weer bij. Jij hebt vanmiddag de camouflagenagel van vorige week zitten maken en het lukte ook nog. Nou, dat is heel fijn. Nu alleen nog een slachtoffer / klant vinden. Nou, wat goed, wat leuk. Ja, is een mooie nagel was dat, hè? Heel doenbaar. Ja, klopt. Maar wel echt heel, heel efficiënt. Goed uit te voeren, En Linda zegt, oh, wat leuk dat je dit verhaal vertelt.
Dat je dit verhaal deelt, Jessica. Ja. En daar is Syriza het helemaal mee eens. En Henriette uit Denemarken zegt, hi, vanaf Denemarken. Nou, ja, en Gemma zegt, ben ik blij dat we 2 weken mogen doen over de e-workshop? Ja, dat is inderdaad sinds een aantal weken zo, dat je net wat meer tijd hebt. Ja, dus net even wat handiger voor je huis ook in te sturen. Ja, en dat huiswerk beoordelen jij en natuurlijk Jessica. Klopt. Jullie doen dat samen op woensdagen en een overloop naar donderdagen. Een overloop naar donderdagen, ja, klopt. Dus je kunt niet altijd op één dag gelijk denken, ik heb nu wel, waar blijft mijn certificaat of dergelijke? Dat kan heel even duren. Dus. Ja, sterker nog, deze week duurt het zeker tot morgen, eind van de middag, totdat iedereen feedback heeft gekregen. Ja, misschien wel iets langer ook hoor. Want we hadden heel erg veel inzendingen. Ja. Voor kakstrak lakken met gelpolish. Maar zo direct komen we daar natuurlijk nog wat meer over terug. Ja, zeker. We hebben heel veel te doen vanavond. Oh, ja. Dus ik zou zeggen, laten we er meteen lekker induiken. Nee, ik zou er niet induiken. Nee? Nee. Het is op zich vrij heet als je hier induikt. Ja, misschien wel too hot to handle. Aletta heeft een prachtige, stoere art voor ons geïnspireerd op... Lava. Lava. Mm. Kijk mee. Hallo, wat leuk weer dat je kijkt. Voor vanavond heb ik een interessante nail art voor jullie. En dat is gebaseerd op een beetje een lava design. Daarvoor heb ik de nagel alvast gelakt met de butterscotch. En daar ga ik nu allereerst met de Line & Gel Black wat schetjes op zetten. En dat doe ik met de Jessica's Choice. Dit hoeft helemaal niet netjes, maar dat is meer als indicatie waar straks wat je in gaat kleuren. Maar dat wordt straks allemaal duidelijk. De lijnen van de Line & Gel zijn inmiddels even uitgehard. En nu ga ik met de gel polish kleur Bloody Mary wat diepte aan de lava aanbrengen. Hiervoor gebruik ik mijn detailer 1. Ik heb een beetje kleur aan mijn penseel. Dat ga ik eigenlijk overal aanbrengen waar hoekjes zitten om de lijntjes waar ik net wat heb geplaatst. Plaats ik het heen of omheen. Beetje willekeurig. En ik zet het eerst een beetje grof neer en daarna ga ik het straks nog wat uitblenden. Voor het blenden gebruik ik een beetje bezentop aan mijn penseel. Dan ga ik het een beetje deppend uitvegen. En op bepaalde plekken hou ik het wat intenser qua kleur en andere plekken laat ik het bijna helemaal uitlopen. De Bloody Mary kleur is nu even uitgehard en nu ga ik hetzelfde doen met de Mimosa kleur. Maar de Bloody Mary kleur heb ik wat meer bij de uiteindes aangebracht. Deze ga ik ertussen een beetje aanbrengen. En omdat de butterscotch eronder zit, gaat dat echt wel een beetje, springt die kleur echt wel uit. Je zou natuurlijk ook een witte ondergrond kunnen gebruiken. Maar dan moet je echt zorgen dat je alles goed bedekt met deze 2 kleuren. En nu, omdat de butterscotch eronder zit, heb je al een hele mooie gekleurde basis voor de lava. De nagels uit de lamp. En nu ga ik de open vlakken inkleuren met de Syriza Sweeties Black Licorice. En daarvoor gebruik ik de Detailer 3. Dan kun je wat sneller een grotere oppervlakte vullen. Hij hoeft niet perfect dekkend te zijn, want je gaat er nog een glittertje in strooien. Maar zorg er wel voor dat overal voldoende product zit, dat er ook een glitter in vastgehouden kan worden. Ik gebruik altijd een oude cuticle pusher om dat op te pakken. En dan strooi ik het over het zojuist ingekleurde vlak heen.
Ook weer hierbij goed zorgen dat alles goed bedekt is. Ik heb inmiddels alle vlakjes ingekleurd en gesjoekerd. En dan is dit je eindresultaat. Zoals je kunt zien zitten er her en der nog wat spikkeltjes aan de buitenkant van de steentjes, laten we ze zo noemen. Wat je dan kan doen is of even met een wat grover borsteltje er even overheen. Dan pak je vaak al de wat lossere stukjes mee. En als je dan nog een paar hebt die wat hardnekkig zijn, kun je even met een tweezer of een spatula erlangs. Dat je eigenlijk even die... Ze zitten al aardig los, dus ze zijn er ook zo af. Maar dat je ze eventjes de randjes wat scherper maakt. En als die dan zo is zoals je hem wilt, dan is dit je eindresultaat. En dan kun je hem dus ook weer heel leuk combineren met zwart natuurlijk. Want zwart past hier perfect bij. Maar ook weer met het sugar op een ander nageltje. Want dat komt dan weer leuk terug in de nail art en op een andere nagel. Dus ik hoop dat je dit een hele leuke nail art vond. En misschien wat ermee gaat doen. Dat zou ik heel leuk vinden om te zien. Deel dat vooral in de Nail Talk groep. En tot de volgende keer. Ja, wij zijn met elkaar aan het praten, ja, terwijl we naar deze demo van Aletta kijken. Heel leuk. Ja. En ik vind deze dus echt prachtig. Ja. Die combinatie met die black sugar. Ja, je krijgt heel veel diepte daardoor. Ja, door die shimmer ook, ja, die je dan in dat zwart hebt. Ja. En hoe simpel. Ja, heel simpel. En heel belangrijk dat je die glitter niet aflakt. Waarom? Nou, want anders dan ben je heel het glittereffect kwijt. Het is gewoon compleet verdwenen. Ja, dan wordt hij dus echt helemaal zwart. Helemaal zwart geland. Want nu heb je natuurlijk, door het licht erin valt, in die hoekjes, gaat hij mooi sprankelen. Al die facetjes die erin zitten. Echt, ik was mega onder de indruk hiervan. Er komt zo direct nog een leuke nail art van Aletta. Ik vind het zo leuk dat het altijd heel toegankelijk is. Ja, het is heel makkelijk toepasbaar. Ook gelijk, stel dat iemand zegt, ik wil graag nu een nail art, dan kijk je naar Aletta's filmpje en denk je, die gaat er nu op. Ja. Dus zo makkelijk. Wees ook zeker tijdens het event, ga bij Aletta kijken en vraag waar ze de idee vandaan haalt. Ja, want ik sta iedere keer weer dat ik denk, oh ja. Ja, klopt. Dat kan dus ook. Ja. Ik heb de neiging altijd te moeilijk te denken. Ja, maar dat is dat maar doe je misschien niet zo wordt dat bij creatieve mensen. Ik ben er bang voor. Hey, yes. Heel herkenbaar, ja. Soms is makkelijker net iets te moeilijk of andersom. Ja, heel herkenbaar. Goed, speaking of, laten we maar met mijn design beginnen. Ik heb een ondergrond alvast voorbereid. Dit is de Cool Grey Gel Polish. Super, super mooie kleur. Mat is die ook heel erg mooi. Hij lijkt mat, maar ik heb hier de plaklaag afgehaald. En opgeruwd met een whiteblok. Omdat ik met masterpaints ga werken, vind ik een opgeruwde ondergrond gewoon heel erg fijn. Misschien dat jij het juist vindt op de extreem matte top, wat jij wil, maar dit is heel persoonlijk, dus ik ruw eigenlijk, buff eigenlijk altijd mijn ondergrond. Ik heb al wat masterpaints op mijn palet neergelegd. En masterpaints zijn acrylverfjes, die moet ik mixen met water. Tenzij je gaat one-stroken natuurlijk, maar dat gaan we nu niet doen. En ik ga gradaties maken in mijn mix. Ik ga nu beginnen met de schets van mijn chihuahua. Dus ik wil geen hele zwarte heftige lijnen, ik wil echt soft, liefst een beetje grijs. Zie je dat? Hier is die al echt. Ja, heel waterig. Ja, heel waterig. Een soort aquareldikte. Ja, en wat ik nu eigenlijk ga doen, ik pak nu een detailer 1, 2 kan ook. En die laat ik. En nu ga ik beginnen met de schets. Ja, Eline zegt ook, daar gaat ze hoor. Ja, dat weten we. En ik zie dat er wat mensen zijn die wat last hebben met de verbinding. Dat ligt helaas aan Facebook, dus ik hoop dat dat toch zo direct weer wat bijtrekt. Oké. Met masterpaints, dat droogt natuurlijk aan de lucht, dus ik ga snel beginnen. Ja. Ik zet het puntje neer. Ik begin eigenlijk bij, dat is voor mij dan mijn richtpuntje waar het neusje gaat komen. Vanuit daar weet ik dat mijn hoofdje beetje rond die kant op gaat. En als ik nu een foutje maak, geen probleem, want dat kan ik straks allemaal nog herstellen met de outlines die ik ga zetten. Dit is de bovenkant van zijn oortje. Ja, lekkere grote oren natuurlijk. Ja. Eline Rousseau zegt, mag ik als huiswerk ook gewoon een foto van mijn hond insturen? Dat is in ieder geval wel leuk om erbij te doen. Ja, dat zou ik erbij doen. Dat, dat vinden we echt heel leuk om te zien. En dan een verwijzing naar je hondje als schets. Dat is leuk. Chantal, jij vraagt, is de live ook te zien op YouTube? Niet live, maar ik geloof op vrijdag komt deze show ook op YouTube te staan. Etty vraagt, waarom geen Doberman?
Ja, leuk. En chihuahuas, er zijn hier, hè, zoals Little Pepper, dat is ook een chihuahua van Pepijn. En nou, Cerise, die is ook helemaal fan van chihuahuas natuurlijk, die heeft hij zelf ook. Dus er zijn heel veel mensen die van chihuahuas houden. Ik heb zelf Franse boeletjes, dat zijn mijn favorietjes. En een chichu trouwens. En even kijken, dit is dan de onderkant van zijn bekkie. Maar chihuahuas zijn gewoon ook wel hele leuke diertjes om te tekenen. Ja, maar een Doberman past ook gewoon niet op de nagel. Nou ja, dan moet ik op een stiletto nagel gaan werken, dan kan het wel natuurlijk. Minimalistisch. Ja. Of Westies, ja, Westies natuurlijk. Ja, ik hou van Duitse herders. Gelukkig hebben we allemaal echt een hele eigen voorkeur. Ja, maar... Hij kijkt een beetje omhoog, hè? Hij kijkt een beetje omhoog, ja. Dat is dan maar je schildert ook niet strak, hè? Gewoon heel los nee, uit de het pols. Is echt een beetje schetsen. Ja. Zo van, oh, dan zo hier. Beetje nat, dus ik trek ja, dat was ietsjes te droog, hè? Dus hij was wat te dekkend, dus dan pak je gewoon wat water bij. Ja, ik heb, er zat te veel verf in mijn penseel. Daardoor was die vlek ook heel zwart. Mm-hmm. Dus ik heb mijn penseel eigenlijk leeg gerold. Ja. En dat natte druppeltje... Ja, dat zijn van die nu... belangrijke tips en tricks die het net allemaal wat makkelijker maken voor ons. Je kunt het ook gewoon eruit zuigen als je je penseel helemaal droog maakt. Hoe bedoel je, uitzuigen? Dat hele vocht eruit als je te veel water hebt. Ja. Oh, zo ja. Nou, en hier komt dan het andere oortje. Zo. Oké. Dan ga ik even kijken. Hier komt dan ongeveer dat grote oog. Wederom de schets. Bettina, Jessica, ik mis je bootcamp. Oh, Bettina van den Berg. Ja, we hebben zoveel lol gehad. Hè. Ja, we hebben 6 dagen met elkaar vertoefd. Heel leuk groepje dames. Wat een lol hebben we gehad. En ook nog heel veel dingen, mooie dingen kunnen maken met z'n allen. Echt. En dan stopt dat, hè? Dan is het klaar, die bootcamp. Volgend jaar ga je weer die bootcamp doen, toch? Ja, dus ja, zeker. Dus is speciaal voor mensen die eigenlijk nog weinig tot geen ervaring hebben met nail art. Ja. En ik behandel alle technieken en ook zeker alle producten komen aan bod. En hè, welke topgel gebruik ik nou waarvoor? Ik wil pigmenten inpoetsen. Alles komt aan bod. Echt super interessant. Ook voor mensen die al dingen weten. En die lessen zijn ook los te boeken. Dat is ook het leuke ervan. Bijvoorbeeld 1 dag is aquacolors. Of glaspolishes. Nou, hoe leuk is dat als je die les dus gewoon apart bij kunt wonen. Als je dat zou willen. Nou, eigenlijk heb ik mijn schets nu klaar. En ik ga nu alvast de kleur toevoegen. En de kleur, als je je nog kunt herinneren, op die vlakken van de chihuahua, hè, is grijs en daarop komt blauw en daarop komen weer de highlights. Dit zijn metaaldelen. Dus die ga ik zo meteen blauw inkleuren alvast. Beetje in het oor, her en der. Dus dat ga ik nu alvast doen. Moet ik ook even mijn blauw mixen, had ik ook al een beetje klaargelegd. En dit is ook puur voor mijn ondergrond, dus dit hoeft ook niet dekkend te zijn. Heel dekkend te zijn. Want ik ga straks over die vlakken ga ik weer wat anders aanbrengen. Uh-huh. Een special effect. Maar als ik dit niet doe, hij heeft wel echt een beetje kleur nodig. Dus ik leg, dit zijn natte druppeltjes, ik rol mijn penseel leeg en ik kleur mijn vakje in. Nou, dit is dus iets wat ik echt van de straat heb gezien. Dus ja, die foto die heb ik dus echt wel naast me neerliggen. En zo kan ik mijn verhoudingen goed zien. Zo kan ik zien waar in dit geval dus mijn blauw gaat komen. Stephanie vraagt, als je nou geen aquacolors hebt, kan je dit met iets anders doen? Nou, Stephanie, Jessica werkt nu met Masterpaints, maar zou je dit ook met een ander product kunnen doen? Oh ja hoor, met liner gel, met gel polishes. Ja hoor, tuurlijk. Tuurlijk, dat kan, geen probleem. Beetje om het oog. En een beetje in zijn oor. En als we dan alle kleurtjes eigenlijk hebben klaargelegd, ja, dan zijn we zo meteen alweer toe voor de volgende. Ik heb nog natuurlijk wat te doen, maar hier hoort natuurlijk wel huiswerk bij, hè? Bij de e-workshop. En het huiswerk, nou zul je denken, nou we moeten honden gaan maken. Onze favoriete hond moet ik nu gaan schilderen op de manier dat jij ze doet. Nee. Wat is het huiswerk? Daar hebben wij een hele mooie image van, hè? Ja. Ja, want maak zelf een stoere street art met de woorden
Nail Talk Live. Dus een graffiti, waar tenminste één woord van die drie woorden een graffiti is. En dit mag je dan ook verdelen over bijvoorbeeld twee tips. Dus als je kiest voor het woord wat ik zou doen, talk, als graffiti, zou ik dus TA op één kant zetten en LK op de andere. En dan zou je nail op de linker tip kunnen zetten en live op de rechter tip kunnen schrijven. Of dat je denkt, wel een grote tip, dus lekker een stiletto tip, daar ben je helemaal vrij in. Nou, dat is dus het huiswerk. En de regels zijn jullie natuurlijk ook van ons gewend. Je hebt dus 2 weken de tijd, dus tot 17 november, om je huiswerk in te sturen. En stuur alleen je huiswerk in via de link die in het stoere Street Art album staat. Ook heel belangrijk dat je dat eenmalig doet, maar daar zal Deborah je straks meer over vertellen. Inzendingen die dus niet zijn ingestuurd via die link, ja, die ontvangen dus ook geen certificaat. En als er dan nog verbeterpunten zijn, dan neem ik of Deborah contact met je op en dan krijg je nog een herkansing. En daar heb je dan een week extra de tijd voor. En ook heel belangrijk, vergeet niet je step-by-step foto's van je huiswerk mee te sturen, want anders kunnen we het sowieso niet goedkeuren. Ja. Maar ja, een graffiti, hoe ga je dat doen, hè? Later in de show komt er ook een graffiti. Deborah die zal dat laten zien en daar kun je natuurlijk ook heel veel tips en tricks van leren. Maar voor al die moeite die je dan doet, hè, wat kun je daar dan mee winnen? Pepijn, er is toch een prijs? Ja, maar die prijs is nog een verrassing. Ja. Dat gaan we straks bekendmaken, maar het is een hele mooie prijs. Oh, ik zou er in ieder geval echt zielsgelukkig mee zijn. Ja, zeker. Ja. Maar dat komt heel misschien mooi. Ook omdat ik van mysterieuze dingen hou. Nee, daar hou je niet van. Oh, nou, ik hou van alles. In ieder geval, ik heb nog wat vragen. Die blauwe masterpaint, daar vraagt Gemma zich af. Had je die nou net zo nat gemaakt? Ja, daar heb ik heel veel water aan toegevoegd. Het is eigenlijk puur dat mijn vlakje zometeen blauw is, eronder. Zodat ik ook weet waar ik zometeen de special effects kan gaan plaatsen. En deze schets hoeft niet vlijmscherp te zijn. Hè? Absoluut. Dit is gewoon echt een beetje voor jezelf aangeven, waar ben ik? Ja, absoluut. Want de outlines heb ik ook nog niet gezet. Het is echt gewoon een pure schets, zodat ik weet waar alles ongeveer komt. En misschien ziet het er helemaal, het zal ook vast niet heel erg netjes eruit zien, maar dat komt straks aan het einde allemaal goed. En het geeft voor jou gewoon iets meer zwoem, iets meer rust ook. Hè? Dat het allemaal niet super perfect hoeft te zijn in het begin. Komt later allemaal. Ja, Nou, ik wil zeggen, de vraag komt vaker terug. Is het nou 1 woord of 3 woorden voor het huiswerkjes? Het is Nail Talk Live, dus 3 woorden. Maar 1 van die 3 moet een graffiti worden. Nou, ik zou dan kiezen voor het middelste woord, dus talk. Maar misschien dat jij denkt, ja, nee, ik vind live leuker. Of nail, wat jij wil. En misschien is het ook leuk, is het ook leuk dat je bijvoorbeeld in plaats van nail geschreven een nagel maakt. Als leuk design erbij. Is ook heel erg leuk. Maar 1 van de 3 woorden moet dus een graffiti gaan worden. Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat die inzendingen worden. Misschien moeten we niet meer uitprinten en hier in de studio. Nou, dat is nog wel even belangrijk over die inzendingen. Zorg dat je foto super strak is. Want we krijgen heel vaak de inzendingen te zien. En wij vergroten ze op de computer. En dan worden ze super wazig. Dan zijn ze eigenlijk niet meer te beoordelen. En vaak sturen we dan ook een mailtje terug van, wil je deze even opnieuw maken? Dus een herkansing. Omdat we gewoon niet kunnen zien wat het eindresultaat is geworden. Dus zorg ervoor dat je foto echt, strak is gewoon. Want dat is heel belangrijk. Hoe meer wij kunnen zien, qua details en dergelijke, hoe scherper, dus hoe beter wij deze kunnen beoordelen voor een hele goede feedback te geven natuurlijk. Ja, dan kun je die foto's natuurlijk ook op social media zeker gebruiken. Mocht je het nou lastig vinden om goede foto's te maken, kijk dan een keertje terug naar de e-workshop, zeker op YouTube makkelijk te vinden, van Sylvana over het maken van foto's. Want foto's maken is echt superbelangrijk. Is heel belangrijk, ja. Ik denk zo, of zeker in deze tijd met alle social media's, het belangrijkste wat er is. Want dat is hetgene waar je mee, je kunt profileren naar je klanten toe natuurlijk. Ja, dus foto's. Ja. Er wordt ook gevraagd, kun je de masterpaints ook proberen tijdens dit event? Ja, zeker kan dat. En het event, wanneer is dat eigenlijk? Dat is op 13 en 14 november aanstaande. Dus dat is niet komend weekend, maar het weekend erop. Ja. En ja, wij hebben er natuurlijk ontzettend veel zin in. We zaten best wel even gisteren een beetje in spanning van, kan het event doorgaan, ja of nee? Maar als het goed is, heb je wel in de tussentijd jullie persoonlijke uitnodiging ontvangen, waar je ook nog eventjes het workshopprogramma goed op kunt teruglezen. Ja. Die workshops zijn natuurlijk, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, gratis. Het enige wat je moet doen, is je penselen meenemen. Zodat je ook kunt deelnemen aan de workshops. Klopt. Welke workshops er precies zijn, gaan we je zo vertellen. Ik zag nog even snel vanuit een ooghoek
langskomen. Eline, jij gaat nu toch je moed bij elkaar rapen. Nou, superleuk. Ik ben heel erg benieuwd wat je gaat maken. Nou ja, en Spike, dat was de vraag die ik even wil stellen. Hoeveel tips moet je ontwerpen, Jess? En de bril weer af. Daar mag jij zelf je keuze in maken. 2 tips als jij het lastiger vindt. 2 kleinere tips, dus de almond of whatever. Want dan is het eigenlijk 1 woord wat je dus door 2 kunt delen. Dus op 1 tip komt dan 2 letters en TA. En op het andere tipje komt dan LK. Dus heb je samen, hè, talk. Of dat je zegt, ik wil alles op 1 grote tip. Dus dan pak je een stiletto tip. Maar het is heel belangrijk dat het niet alleen de woorden zijn, maar dat het ook een hele achtergrond gaat krijgen. Dus ook echt een full cover print, zoals een graffiti. Dus misschien een beetje muur. Ga ik straks ook laten zien hoe ik dat maak. Dat het echt gewoon een full cover tip wordt. Ja, ik zie dat een aantal mensen de uitnodiging nog niet hebben ontvangen. Nee, die komt niet per mail, deze komt per echt post. Per post, ja, klopt. En zijn maandag aan het eind van de dag verstuurd. Het is natuurlijk nog steeds heel druk bij de post. Ja. Dus het kan zijn dat je hem morgen of overmorgen pas krijgt. Volgende week krijg je ook nog de mailing. En je krijgt ook nog via de nieuwsbrief natuurlijk ook nog meer informatie. Ja, zeker weten. Ja. Van dus alle kanten. Niet getreurd, het komt eraan. Even over dat Neil Talk Live event. Hè. Ja. Dat event, wij kijken natuurlijk heel erg naar uit. Het wordt voor ons weer het eerste event sinds ruim anderhalf jaar. Misschien wel bijna 2 jaar. Het is voor ons eigenlijk net zo spannend. Ja, het is zeker net zo spannend. Ja. Het is ook net zo leuk om iedereen te zien. Nou, dat ik heb al vaker gezegd, ik zie jullie natuurlijk in de comments. Ja. Ik zie mensen reageren. En het lijkt me zo leuk om gewoon eens een keertje met jullie gezellig face-to-face te kletsen. Het is wel handig als je even registreert. Dat wel. Dat registreren, dat zijn geen verplichtingen, maar dat kan via onze site www.neiltalklive.nl. En daarmee zorg je ervoor dat je aangeeft op welke dag kom je. Misschien kom je op alle 2e dagen, dus zaterdag, zondag. Mm-hmm. Misschien alleen op zaterdag, misschien alleen op zondag. Ja. Maar dan weten wij een beetje met hoeveel deelnemers we kunnen rekening houden. Ja, en je maakt kans op een hele geweldige prijs. Wat vertellen we nog niet? Maar het is echt zo de moeite waard. Ja, dan moet je zijn geregistreerd en ook daadwerkelijk zijn langsgekomen. Ja. Het registreren maakt het ook mogelijk voor ons om een badge voor jullie te maken, waar dan ook jullie naam op staat. Dat is alleen al superleuk. Dat is natuurlijk al heel erg leuk. Ja. En op de woensdag na het event gaan wij verloten wat die hele bijzondere prijs is. En dit is een keertje geen nagelgerelateerd ding. Nee, het is iets waar ik zeker van ben dat je er heel gelukkig mee bent. Die workshops, daarover gesproken. Ja. Jij hebt natuurlijk een aantal workshops. We hebben 4 workshops per dag. Ja. Laten we even kijken wat er op zaterdag te doen is. Ja, nou ja, dat is natuurlijk zaterdag. Beginnen we met Cerise. Cerise gaat jullie al haar geheimen van haar babyboom laten zien. Nou, en dat zijn er een hoop hoor. Dus ik zou zeker langs gaan. En natuurlijk gaan we daarna naar onze blush babe Sil. Sylvana, die laat alles weten over blush. En eventueel de prijsstellingen. Eigenlijk kun je alles aan Sil vragen wat met blush en de trends van nu te maken hebben. En daarna komt onze eigen Jess weer aan de beurt met haar geweldige stamping nail art. Ook zij laat er alle ins en outs van zien, want je kunt zo ongelooflijk veel met stamping tegenwoordig. Dat slaat helemaal nergens meer op. Dus zeker langs gaan. En daarna mag ik. En ik ga jullie meenemen in de wereld van unicorns en crystals. En het wordt a bling en blingen die bling, bling, bling. Heel veel bling. En superleuk, met heel veel nieuwe producten ga ik aan het werk. Dus ja, kom langs alsjeblieft. Het wordt heel leuk. Ja, en op zondag wordt het natuurlijk ook heel erg leuk. Dan is weer de opener wordt gedaan door Cerisa. En Cerisa gaat dan milkpath nails maken. Ik ben gek op milkpath nails. Ik vind dat echt een van de leukste demo's die ik de laatste tijd heb opgenomen. Omdat het een soort verrassing is. Wat gebeurt er allemaal in die nagels? Een soort ontdekkingsreis. Nou, vervolgens om 12 uur Sylvana weer met sparkling blush nails. Zie je heel veel. Dat heel glitters veel. Verwerkt bij de cuticle. Ja, super hip. Super hip, maar ook wel best lastig. Want je moet natuurlijk opletten dat het niet te dik wordt. Klopt. Je moet wel dicht genoeg bij de cuticle. Ja, en goed zorgen dat je verzegeling hebt. Dus niet dat je glittert alleen maar op de nagelplaat ligt. Ja, of dat je lifting krijgt, omdat je toch met je product de huid hebt aangeraakt. Ja. Dan om 2:30 een interactieve training, sessie, workshop met Cheryl. Ach, die wordt zo tof. Ik weet zeker dat die heel erg leuk wordt. Ja. En ook heel erg boeiend, want we gaan met situatieschetsen werken. Ja. En kijken, oké, hoe vertaalt zich dat nou naar jou in de salon? Mm-hmm. En waar gaat het goed? En waar kan het misschien maar beter? Echt helemaal interactief, hè? Ja. Dus het is niet zomaar even babbelen. Er wordt echt een hele wereld eromheen gemaakt. En dan hebben we natuurlijk de laatste workshop. En dat is nou echt iets voor Jessica. Christmas Designs door Jessica Papberg. Ja. Snelle, makkelijke kerstdesigns, hè, Jess? Ik zet de kerstmuts op.
Ja. Zet jij de kerstmuts op? Ja. Nou, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet met je kapsel. Heel hoog. Heel hoog. Heel hoog. Ja. Dat zijn dus allemaal hele leuke workshops waar je in kunt deelnemen. Ik heb al gezegd, zorg ervoor dat je je penselen bij je hebt. Ja, ja, ja. Die zeker. Stellen we niet ter beschikking. De overige producten stellen we nee, wel maar ter je moet ook gewoon met je eigen penselen werken. Die staan altijd naar je eigen hand. En daar werk je ook gewoon het fijnste mee. Dus ja. Ja. Dan hebben we natuurlijk ook nog... Nou, gisteren tijdens de persconferentie ging het natuurlijk over mondmaskers en wel en wanneer wel en wanneer niet. Ja, ja, ja. Nou, het wordt natuurlijk georganiseerd in het Contact der Continenten, een conferentiehotel waar je ook kunt blijven overnachten als je dat fijn vindt van zaterdag op zondag. En daar gelden natuurlijk de coronaregels voor, in dit geval evenementen en horeca. Dat betekent dat we met een QR-code werken. Daar ga ik je later ook wat meer over vertellen. Mm-hmm. Maar voel je je nou toch niet helemaal prettig daarbij, dan stellen wij ook ter beschikking aan iedereen die dat wil, dit transparante masker, zodat wij wel goed met elkaar kunnen praten. Want dan heb je toch de mimiek. Nou ja, klopt. Ja, dat is wel fijn dat je elkaar toch kunt zien. En deze zijn herbruikbaar, schoon te maken. Dus je kunt ze later ook in je salon gebruiken. Niet eeuwig, want ze hebben niet het eeuwige leven, net als alles in het leven. Maar dat maakt het natuurlijk wel makkelijker als je toch denkt, nou, ik vind dat fijn. Ja, tuurlijk. Het is voor mensen een klein beetje zekerheid inbouwen als je dat graag wilt. Oh, ik zie een hele grappige vraag van Debbie. Nee, van Debbie. Jawel, ik wil echt alles zien. Misschien moet ik me even klonen. Ja, als dat toch zou kunnen, zou ik ook doen. Maar ik zag even kijken. Kunnen we ook penselen kopen tijdens het event van Mayni? Mayni, hallo. Ja, dat kan. We nemen onze hele winkel mee. Ja. De hele winkel komt in een speciale zaal. We hebben daarnaast ook nog een speciaal experience center. Oh. Waar we gaan we zo direct nog wat meer over vertellen. Ja, even uitbreiden, Want eerst ga ik jullie laten zien wat jullie cadeau krijgen tijdens het event. Dat is namelijk deze prachtige, hele schattige, hij is leuke, zo tof. Mooie, zo nieuwe agenda voor 2022. Ja, dat ja, en er staat ook weer heel veel in, hè, van iedereen een demootje. En lekker wat uitgebreid over de map worden verteld, over alle onze trainers die er zijn. Ja, super tof. Je moet zeker willen hebben. Hij is van de week binnengekomen, hij zit bij mij al in mijn tas, want hij is zo handzaam. Ja. Kan ik alles in bijhouden? Ja. Wij moeten nog een weekje wachten, yes. En we hebben natuurlijk het perfecte kerstcadeautje voor jouw klanten, namelijk het kerstveldje. Ja, zo leuk. Een hygienic veldje met 6 verwijderbare schuuroppervlaktes, schuurvlakken. Dus hij blijft lekker goed de hele lange tijd. En er staat op, happiness is doing your nails, zodat je hem ook aan je tas kunt hebben hangen, zelfs wanneer het geen kerst is. Maar er zit wel een heel leuk kaartje aan vast, waar jij een kerstwens op kan schrijven. Ja, dat is altijd leuk voor de mens. En natuurlijk kun je er nog iets bij verpakken, leuk seduction oil of zo. Dat is altijd leuk om iets mee te doen. The sky is the limit. Of course. Trouwens, als jij die agenda hebt, hè, ik weet nog die tip van vorig jaar van Cheryl, weet jij hem nog? Het eerste wat je moet doen als jij een nieuwe agenda hebt, is even tijd voor jezelf blokken. Tijd blokken, ja. Dus misschien kun je dat wel gewoon dan na het event al doen, wanneer je zegt van, nou, dan wil ik wel cursus volgen, of dan wil ik gewoon wel even lekker mijn eigen nagels laten doen, of zelf doen. Hè? Zo. Goeie tip. Ja, en mee zegt, die agenda heb ik ook nog niet gehad. Nee, maar ze liggen voor je klaar. Ze liggen voor je klaar, want Jaap neemt ze mee, zoals afgesproken. Heel leuk. Ze zijn helemaal klaar voor jou. Dat Experience Center, hè? Ja. We noemen dat Experience Center. Wat is dat? Nou, eigenlijk is dat een ontdekkingstocht naar alle producten die wij ter beschikking hebben. En je kan bij iedereen langs om gewoon eigenlijk te gaan uitproberen wat jij leuk vindt. Zo hebben we Cheryl met de Seduction Line, maar ook voor al je eigenlijk zakelijke vragen kun je bij haar terecht. Dus onder het genot van een handscrubje kun je ook gelijk je zakelijke vragen stellen. Ja, en dan hebben we natuurlijk Sylvane, die staat bij de blushes. Ja. En die blushes zijn dan weer, zij kan je vertellen over het blushconcept, de blushopleidingen, maar ook hoe je dat nou moet vermarkten. Verkopen aan je klanten. Hoe je nou dat moet verkopen. Ja. Want ook daar hoor ik toch wel regelmatig discussies over. Mm. Nou, wat hebben we dan verder nog? Nou, Aletta natuurlijk met haar Easy Nail Art. Dus wil je nou echt even snel een nail art in elkaar flansen, loop even langs Aletta en ze laat je echt alle fijne kneepjes daarvan zien. Ik zou het niet zo snel in elkaar flansen noemen. Nou ja, het is makkelijk om te zien dat het gewoon een soort hatsplats is. Ja, zoals Jessica dat dan zegt. Dus dat is niet negatief, dat is heel positief. Dan hebben we ook nog Michelle Taribouka. Zij gaat met echt handpainted nail art aan de gang, maar ook 3D waarschijnlijk. Waarschijnlijk, ja. Zij zal ook de masterpaints hebben staan, dus dan kun je even bij haar vragen van, hey, hoe werkt dat nou eigenlijk? Wat is de ideale mengverhouding? Ja. En dan hebben we nog Suzy. Ja, voor alle technische vragen. Dus loop je ergens tegenaan op technisch vlak van de nagels? Heb je vaak lifting door, weet jij veel? Vertel het en vraag het aan Suzy en ze geeft je alle ins en outs en antwoorden op je vragen. Maar heb je nou vragen over opleidingen? Of je nou beginnend nagelstylist bent of gevorderd? Of misschien zelfs wel nog geen nagelstylist en je hebt vragen over de basisopleiding? Ja. Dan hebben we natuurlijk ook onze cursusinformatie bij ons of onze cursuscoördinatoren, Mandy en Miranda. Ja. En mocht je nou niet weten wie dat zijn, dan kun je dat dan eens van ons vragen en dan begeleiden wij jullie eventjes naar de juiste persoon.
om je vragen te stellen of even te sparren over mogelijke potentiële cursussen. Ja, die kennen we wel, hè? Ja, natuurlijk. we hebben in de winkel hebben we ook kortingen, hè? Ja, ja, zeker. Dat vergeten we misschien te benoemen, maar is wel leuk. Ja, want kun je niet komen naar het event, dan kun je natuurlijk altijd nog naar Linda in Kaatsheuvel. Of naar Natasja en Selina en Weert, want ook zij zijn gewoon open. Ja, maar dat staat niet in het draaiboek. Dat komt later. Oh, ja, ik zeg het. Maar we hebben wel gewoon kortingen natuurlijk in de winkel. Ja, soms zit het meestal tegen. Het mag niet allemaal niet te gepolijst zijn. Maar je kunt inderdaad naar Weert de Kaats open. Ja. Je kunt ook online shoppen bij ons in Soesterberg. Of bij een van onze distributeurs kun je ook langs gaan of online shoppen. Ja. Dus dan hebben we die alvast gecoverd. Ja, en wat zijn de kortingen dan? Evenement. Het is 20% korting op het oude vertrouwde assortiment. Ja. 10% korting op Elektra. En we lanceren natuurlijk zonder korting weliswaar de nieuwe producten. Wow. Maar we gaan weer even terug naar die winkel. Want hebben dus die winkel, daar staan wij. Waar wij staan, ja, daar hebben we ook kortingen, maar ook... Daar hebben we ook twee hele leuke experience tafels. Ja, ja, ja. Met aan de ene tafel... Milene. Ja. En aan de andere Anjo. Ja, Milene staat natuurlijk bij de bottled gels. Ja. Alle gels in een flesje kun je al je vragen over stellen. Want Milene, jullie weten het, hè? Die knalt echt met flesjes. Ja, 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 ja. Misschien niet letterlijk met de flesjes. Nou, nee, dat is niet de bedoeling. Maar ze weet wel alle ins en outs over de... gels in een flesje. En Anjo, die staat bij de airnails tafels. Ja. Misschien heb je wel eens gedacht, airnails, ik twijfel. Oh, ik weet het niet. Nou, misschien als je net als ik ben. Mm. Nou, ik heb voor het... Wat is er, Jess? Nou. Twijfel over airnails? Kan toch niet? Nou, ik zal je vertellen. Ik heb 15 jaar geleden voor het eerst geairbrushed. Mm. En ik vond het heel leuk. Tot ik het thuis ging doen, toen vond ik het toch wel heel lastig. Nou, vroeger, toen ik airbrushte, toen duurde het gewoon een eeuwigheid. Ja. Voordat je iets opnieuw erop kon leggen, of het liep er weer onderuit. En dat was echt een helst. Dus misschien heb jij ook wel die ervaring. Maar je zult merken, want je kunt de airnails dus testen bij Anjo. Ja, je kunt zelf gaan sprayen met de machine en zij begeleidt je daarbij. En dan zul je zelf ontdekken dat het eigenlijk heel erg makkelijk en toegankelijk is. Heel makkelijk, ja, maar zo makkelijk als dit, dat is echt bizar. Dus heb je twijfels om de cursus te doen, ga dan even langs bij Anjo aan de tafel. Ja, ja, ze staat er met 6 apparaten, dus genoeg voor iedereen om het uit te proberen. Ja, en ik denk 300 kolenpops of zo in alle kleuren van de regenboog. Inderdaad. Dus je kunt van heel makkelijk tot heel moeilijk. Ja. Want ja, Anjo is natuurlijk een airnails queen, net als Jessica. Dus, nou, dat is best wel weer wat, Het is een hele mond vol, maar over Anjo gesproken. Ja. We hebben daar een hele toffe, stoere street art nail demo van. Met airnails. Hallo, ik ga een airnails design maken met de Trendy Maskings. Hiervoor heb ik een tip 2 keer afgelakt in de Black is Black. En het plaklaag laten zitten, want hier ga ik eerst folie indrukken. Ik gebruik hiervoor de Mysterious Holographic Foil. En druk er een beetje folie op. En ik lak hem hierna af met de base en top. Als de base en top droog is... haal ik de plaklaag eraf en buff hem even met een white blok. Stof eraf. En de tip is klaar voor de airbrush. Ik ga nu de woorden plakken van de Trendy Maskings. Omdat ik een groot oppervlak heb, kan ik 2 woorden tegelijk plakken. Dan hoef je niet zo vaak te wisselen met je verfkleuren en alsmaar te spoelen. Kijk maar mee. Bovenaan. Plak ik het woord star. Als die goed zit, haal ik de masking wat omhoog. Oh, niet te ver, want het woord moet wel goed blijven zitten. En aan de onderkant plak ik het woord girl. Even de G goed leggen, want die is een beetje losgegaan. En door de maskings zo tegen elkaar te zetten, kan ik ze allebei tegelijk sprayen. Ik ga eerst met wit de woorden sprayen. We doen eerst curl. Dan vouwen we hem even om. En dan doen we star.
Ik heb de wit eruit gespoeld. We gaan nu eerst met nummer 5 geel de halve kant van een woord sprayen. Eerst de bovenkant van star. Ik flap hem weer even om. En dan de onderkant van girl. De geel gaat eruit. Roze nummer 17 ga ik er nu in doen. En dan sprayen we de andere helft van het woord. De onderkant van star. En we flappen hem weer even om. En de bovenkant van girl. We gaan nu voorzichtig de letters eraf halen. Zo zie je dat je in één keer ook twee woorden tegelijk kan sprayen. Ik ga hem nog afwerken met een paar sterretjes. En deze ga ik weer met wit natuurlijk sprayen. Ik spray alleen in het midden van de ster, zodat hij naar de buitenkanten wat vager wordt. Ik ga hem nu aflakken met matte topcoat. Zo ziet hij eruit als hij glanzend is. En na de lamp zien jullie hoe die is als die mat is. Om het design af te maken, plaats ik er nog een klein strassteentje in het midden van de sterretjes. Nou, ik doe hem weer even in de lamp. Hij is uit de lamp. Dit is het resultaat. Ik heb er nog eentje gemaakt met een grote ster. En ik heb nog wat kleine voorbeelden. Deze heb ik allemaal maar gemaakt met de woorden uit de Trendy Maskings. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Tot de volgende keer. Ja, zo zie je hoe leuk Airnails eigenlijk is. Hè? Ja, ja. Want je hebt dus zoveel verschillende maskings. Ja, heel breed is het. Dat ja. je echt inderdaad breed. Ja. Je kunt van heel vrouwelijk, feminine, wat dus niet stoer is, naar die trendy maskings. En kijk vrijdag even naar de Airnails Show, de internationale. Want daar kun je ook zien dat je met de basis Airnails maskings ook compleet andere dingen kunt doen. Dus je hoeft het niet altijd te gebruiken waar je denkt dat het voor bedoeld is. Ja, want de hele show gaat vrijdag over de hele Airnails, show hè? Is Airnails gerelateerd. 8 verschillende demo's, waaronder ook eentje op een beker. Ja, klopt, op een glas. Ja, 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 heel waardoor je heel goed kunt zien hoe in dat geval een vogel wordt opgebouwd. Ja. Echt superleuk. En eentje met een Hollands knipoogje. Ja, die is gemaakt door Bianca Freiland. Ja, die is Duitse zo tof, maar dat is ook wat ik bedoel. Zij gebruikt daar de maskings op een compleet andere manier dan hoe ze bedoeld zijn af en toe. Ja. Echt heel tof. Dus ondanks dat ik in eerste instantie Airbrushen niet geweldig vond, vind ik Airnails helemaal de boom. Daarom eventjes snel de commercial. Ja, Cerise zegt dat in de comments, ik doe hier een dansje. Ja, ja dat je is ook traditie, niet stil hè? Blijven staan, hè? Ja. Dat is echt zo. Nee, zelfs niet zitten. Nee, Jessica gaat alle kanten op. Ja. Speaking of Jessica, hoe gaat het met je, Jess? Oh, ja, het gaat goed met mij, met jou, Pepijn. Eerlijk. Goed? Ja, fijn, oké. Okay. Ja. Nee, het gaat goed, want ik zit helemaal klaar. Mijn hand heeft al bijna kramp, want de volgende stap is aan de beurt. Kijk maar even mee. Ik heb die vlakjes allemaal blauw gemaakt. Nou, ik heb een druppel Magic Shine op mijn palet gelegd. En wat ik nou ga doen, is die vlakjes overtrekken met mijn Magic Shine. Niet te dik.
Want waar gebruiken wij Magic Shine voor? Ik weet het. Is het nou niet dat het kan gaan uitlopen, Jess, als je het aan gaat brengen? Nee, mijn masterpaint is en heel erg dun aangebracht. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk. En het is goed droog. Het heeft natuurlijk een tijd geduurd voordat ik eindelijk weer wat mocht laten zien. Heel lang, hè? Stelletje kletsert. Ja, sorry. Nee hoor. En ik ga hier zo meteen pigmenten over inpoetsen. Ik had al verteld dat ik mijn ondergrond heb opgeruild met een white block. Nu is het ook heel belangrijk dat je dat hebt gedaan, omdat ik zometeen mijn overtollige pigment toch echt goed wil verwijderen. En dat kan als mijn ondergrond lekker ruw is. Maar dat zul je zometeen zien. Nou, ik gebruik gelijk even het licht van de lamp. En als ik mijn tip dan een beetje heen en weer beweeg, ja, dan zie je ik het echt zitten. Dat al mijn vlakjes nu glanzen. Dus nu gaat hij even in de lamp. 30 seconden is voldoende. En ik heb mijn pigment brush gepakt. En dit is de prachtige Colorful Chrome. Dit is die donkerblauwe kleur. Ja, mooi hè? Prachtig. Nou, en met die pigment brush ga ik... Ik pak niet te veel op, dus ik veeg hem eigenlijk een beetje... Poets hem al een beetje in het dekseltje. Dopje erop en dichtdraaien. Ik ken mezelf. Ja. Zo. En als mijn vlekjes dan klaar zijn, dan ga ik daar zo meteen met mijn pigment brush in poetsen. En dat is die. Dus ik leg hem even weer goed neer. En ik zet echt wel kracht. Je ziet ook dat mijn blauwe vlekjes gaan shinen. Dus echt metaal gaan worden. Mooi hè, nu al. Prachtig. Dan kun je overtollig pigment ook al heel voorzichtig wegpoetsen. Stefanie vraagt, waarom het pigment brush ten opzichte van het pigment tool? Of is dat gewoon heel persoonlijk? Nou, ik kan iets meer druk zetten natuurlijk met mijn pigment brush. En dat werkt gewoon iets beter, omdat je echt wel wil gaan shinen. De pigment tool vind ik heel erg fijn om bijvoorbeeld met liner gel heel zachtjes een soort fading te maken. Met liner gel white kun je bijvoorbeeld met je ombre tool ook heel mooi een fading maken. Zoals een baby boom. Daar gebruik ik die echt meer voor. Eline zegt dan, als je het potje niet dicht doet, poef, ineens Jessica Chrome Blue. Dat zal er wel leuk uitzien, denk ik. Nou, ik heb een voorval, kan ik me nog herinneren, met chameleon flakes. Ja, met flakes, ook hè? Heel leuk effect, ja. Oké, overtollig. Ik heb hem heel even in de lamp gehad. Overtollig pigment. Ja, maar je moet hem wel echt even vastzetten, hè? Ja, dat de pigmentjes ook lekker weten waar ze moeten blijven. En wat ook helpt, hè, als je pigmentjes toch nog... Kijk, we zien daar een beetje pigmentjes, zien jullie dat? Als ik mijn handschoen warm maak... Ja. Dan kun je dit namelijk wegvegen. Zie je dat? Ja. Nou is het weg. Eigenlijk is dit nu voor nu de demo. Dit ga ik zo meteen aflakken. Dat vertel ik jullie alvast. En dat ga ik doen. Mijn eindresultaat wil ik mat laten. Dus dat ga ik doen met een bezemtop. Ik ga er de plaklaag van verwijderen. En die dan weer opruwen. Heel zachtjes. En mijn bezemtop moet wel... royaal. Niet te dik natuurlijk, maar wel royaal zijn aangebracht, zodat als ik hem weer ga opruwen, want ik ga daarna weer verder met masterpaints, dat ik niet die vlekjes per ongeluk beschadig. En dat zou zonde zijn natuurlijk. Goed, dat doen we dus strakjes als jullie weer bij me terugkomen. Maar, zoals gezegd, we waren vandaag heel erg druk op kantoor. Wij beginnen, Deborah en ik, elke woensdag al vroeg, dan komen wij al op kantoor. En dan gaan we zitten achter de computer, die maar vrij zijn. Zodat wij bezig kunnen gaan met alle huiswerkopdrachten. En vandaag waren we bezig met ontzettend, maar ontzettend veel inzendingen. Voor de show van Milène, het strak gel polish, strak lakken. Hè? En wat waren dat een inzendingen, hè, Deborah? Echt bizar veel, Jess. Ja, we hebben vingers van het type. Ja, absoluut. We hebben echt geprobeerd om ze allemaal te voorzien voor feedback. Is helaas niet gelukt. Het was een hele hectische dag. Over het algemeen lukt het ons wel om echt één dag te gebruiken om iedereen te voorzien van feedback. Maar komt eraan. Ik ga morgen duik ik weer thuis achter mijn laptop. En dan ga ik weer door met typen. En jullie krijgen, mochten jullie een herkansing hebben, dan ook een week de tijd om weer je herkansing in te sturen. Ook via de mail die we dan sturen. Maar dat staat allemaal in de mail, mocht je gaan herkansen. Maar goed, we hebben natuurlijk wel even alle inzendingen doorgekeken. Want we moesten natuurlijk winnaars kiezen, hè, Deborah? Ja.
Klopt. En dat is ons gelukt, hè? Het is ons zeker gelukt, ja. Dat is ons gelukt. Was even niet wat één, effort, maar... twee, maar drie. Drie yep. winnaars van de Gel Polish Challenge. En dat zijn deze dames geworden. Demi Aerts, Rachel of Rachel Wagner en Wendy Baard. Van harte gefeliciteerd, lieve mensen. Hele mooie set. Gefeliciteerd. Heel erg gefeliciteerd. Echt prachtig. Ja, ja, heel mooi. Echt heel erg mooi. Lekker knal. Ook echt super strak gelakt. Dus ja, jullie krijgen welke prijs ook alweer? Ja. Is daar een image van? Kijk ja. eens. Ja. Deze prijs krijgen jullie alle drie toegestuurd. Zo snel mogelijk. En ja, van harte gefeliciteerd. En heel veel plezier gewenst met deze ontzettend geweldige prijs. Ja, dat is heel fijn om ja, te hebben. Echt een leuke ja, prijs. Zeker. Al die verschillende topgels. Nou, daar echt kun je super. Ook echt wat mee op allerlei verschillende kleuren en ja. jaargetijden. Ja. Ik zag nog even wat dingetjes langskomen die wil ik nog even benoemen. Ja. Dat is, ga je straks nog een voorbeeld laten zien van Gravity Letters, vraagt Eline. Nee, dat laat Jessica niet zien. Dat laat Deborah zo direct zien. Ja. Ja, ik laat wel een eindresultaat zien. Ja. Want de bedoeling, het was een beetje hectisch vandaag. De bedoeling was anders. Ik zou eigenlijk een graffiti overdag, dat had ik willen maken. Dan had ik een reel willen maken. Ik ga jullie straks een eindresultaat zien van een setje naast deze chihuahua. Daar heb ik een graffiti gemaakt. En ik hoop dat ik daar morgen de tijd voor heb om alsnog die graffiti in ieder geval aan jullie te laten zien. Die zal ik ook op de pagina posten, hoe ik mijn graffiti heb gemaakt. Maar we hebben vandaag ook een hele gave demo van Deborah in de show zitten. En daar kun je natuurlijk ook heel veel tips en tricks uit halen. Ja, en dan heb ik ook nog de vraag, want je hebt natuurlijk van Elvira, je hebt zojuist de blue chrome gebruikt. Ja. Zou je ook zilver met neonblauw pigment kunnen mengen voor dit effect? Nou, jij bent niet natuurlijk voor het onze menger. Ja, niet voor het metallic effect, want nee. als je neonpigment gaat mengen met een metallic, dan wordt die mat. Dus dan ben je het complete metallic ja. effect ben je kwijt. Klopt. Dus dat gaat niet lukken, helaas. Dus je moet of een metallic of een matte versie maken. Maar ja, mat is... Oh, maar ik heb een idee. Maar je kunt wel je zou het ook met zilver kunnen inpoetsen en dan met de glas eroverheen. Nou, dat zou ik net zeggen. Ja. Great minds think alike, have the same hair. En the same hair, ja. Maar niet met de gewone pigmenten. Dat, nee. dat gaat niet. En Stephanie bedoelde net, toen het ging over dat tool, hè, want je gebruikt pigment tool daarvoor. Ja. Zou je dat ook met de siliconen tool kunnen doen? Absoluut. Ja, ja, absoluut. Zeker. Ja, zeker ja, ja. kan dat hoor. Ja, ja. Nee, dat kan zeker. En het is maar, ja, je vindt deze gewoon heel fijn inpoetsen, maar dat kan absoluut. Daar hebben we ook twee verschillende maten van. Dus ja, dat kan zeker. Geen probleem. Ja, het is gek hè, hoe iedereen toch wel echt zijn specifieke voorkeur heeft op welk zo. Moment dan ook. Ja, dat klopt. Wat vind ja. jij de fijnste tool om te gebruiken met pigmenten inpoetsen? Hetzelfde als Yes, een Magic Pigment Tool. De krulborstel ja. was dat toch? Ja, de steltang. Ja, die je soms een keer vastpakt. Ja, ja, ja. Maar goed, we gaan verder. Jij wil natuurlijk waarschijnlijk wel meedoen aan deze workshop vandaag. Dus ja. aan de opdracht. Ja, en doen. De opdracht, wat is de opdracht eigenlijk? Nou, de opdracht is, maak een hele stoere street art. En met ja, gebruik een woord uit de letters Nail Talk Live. Dus of het nou Nail Talk of Live is, het moet in ieder geval één graffiti woord daarvan zijn. Waar je die mag verdelen over bijvoorbeeld twee tips of op één stiletto tip. Dat mag je zelf weten. Daar ben je helemaal vrij. Maar denk in ieder geval aan je achtergrond. Dus maak een full cover tip. Maak hem niet te simpel, maar wel nog duidelijk leesbaar. En maak daar dan een hele duidelijk overzichtelijke foto van, zodat wij deze weer goed kunnen beoordelen. Ja, een scherpe foto. Ja, heel belangrijk. That's the key. That's absolutely. Nou, dan hebben we natuurlijk regels, die weten jullie waarschijnlijk. Ik ga er even snel doorheen. Je hebt 2 weken, gelukkig, dat vindt iedereen fijn. Stuur je huiswerk in die je kunt vinden in het album Stoere Street Nail Art. Zijn er nog verbeterpunten? Wordt er contact met je opgenomen en krijg je een herkansing? Als je daar dus ook gebruik van maakt, krijg je alsnog je certificaat. En vergeet niet de step-by-step foto's van je huiswerk mee te sturen. Want dat hebben we echt nodig ja. om te kunnen bepalen of jij ook daadwerkelijk die nagels hebt gemaakt. Zeker, ja, ja, ja. Dus niet een oude foto van vroeger pakken, maar echt van de recentelijke foto met de step-by-steps. Ik word afgeleid, want het gaat in de comments over gin tonic. Ja, en welke gin? Gewoon weer, hè? Ja, alweer. Ja, ik zie het. Ik denk ook bij mezelf, gin tonic is misschien... Doe me volgende week. Ja, nee, het is bijna drunk talk live. Ja. Je kunt natuurlijk ook een mooie prijs winnen. En wat die prijs is, ja. dat gaan we jullie straks vertellen. Oh, wat spannend! We bouwen hem op, we bouwen hem op. Nou hè? Poeh. Ja, wat echt een hele leuke prijs. Oh ja. Zeker. Maar het is een première, ja. zeg maar. Ja, 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 ja. Oké, okay, ik denk dat het tijd wordt voor eventjes weer een sidestep. Maar weer eens een leuke nail art. Ja. Niet dat dit geen leuke nail art was, maar even weer een andere gewoon nail art. Gewoon even iets anders met blacks. met zo mijn best. Eigenlijk een roze meisje die met zwart gaat werken. Ja, ooh. In een stoere ombre. Nou, wie zou dat zijn? Natuurlijk Linnie. Linda.
Hallo, ik heb een ombre voor je. En die ga ik wat anders aanbrengen dan normaal. Want normaal gesproken werk je met twee natte lagen om de kleuren mooi in elkaar over te laten lopen. Maar nu ga ik alvast één laagje uithouden. En dat komt omdat ik met Lady Violet ga werken en dat is een transparante kleur. Ik werk gelijk vanuit het flesje. Let erop dat je niet te veel product aan je kwastje hebt zitten. Nou, je ziet dus dat hij inderdaad transparant is. En vandaar dat ik nu met deze techniek werk. Met de volgende laag ga ik hem wat strakker aanbrengen bij de zijlijn. En nu ga ik met mijn gelpenseel deze lijn wat wegblenden. Ik ga zwevend over de gelpolish heen. Dit hard ik 30 seconden uit in de twinlight. Dit laagje is nu uitgehard en nu ga ik verder met Bloody Mary. Ik werk weer vanuit het flesje. Let ook weer op dat je niet te veel product aan je kwastje hebt zitten. En ik verdeel mijn gel polish wat over het paarse heen. Ga ik weer blenden met mijn gelpenseel. En ook nu gaat hij weer 30 seconden in de twinlight. Nou, ik heb de nagel verder afgewerkt. Ik heb Supreme Finish aangebracht. En nu ga ik het design maken. En dat wordt de zebra print. Ik ga beginnen met mijn zebra print. Waar ik mijn lijnen dikker wil hebben, geef ik wat meer druk. En waar ik hem dunner op wil hebben, trek ik mijn penseel wat meer omhoog. Zorg ervoor dat je niet te strakke lijnen maakt. En dan ga ik mijn print afmaken en dan kom ik bij je terug. Nou, mijn zebra print is klaar. Ik heb hem niet in de twinlight gedaan, want ik ga hem sugaren met de Steel Black glitterspray. Ik spray er lekker veel glitters in. En wanneer je genoeg glitters hebt, gaat hij 1,5 minuut in de twinlight. Nou, de nagel is helemaal uitgehard. Kijk je mee naar het eindresultaat? Nou, dit is hem geworden. Je ziet de ombre zie je er nog doorheen en natuurlijk zie je de glitters. En je kunt hem niet alleen in deze variant maken, maar je kunt natuurlijk alle kleurencombi's kun je gebruiken. Deze nagel op zich is natuurlijk al super tof, maar ik heb de hele hand gedaan en ik heb er een panterprint bij gedaan. Nou, zo zie je dat je deze prints heel tof kunt combineren, ook in een set. Heel veel plezier met het maken van deze designs en tot de volgende keer. Leuk, hè? Heel leuk. En weer met die Black Steel glitterspray. Ja, maar ja, je ziet het, hij doet het hem wel, hè? Ja, ik vond hem namelijk nu ook echt het ja, helemaal weer. Afmaken. Ja, maar het popt eruit, door al die glans. Het is ja, echt door die shimmer, heel shimmer. Mooi, omdat de glimmers op zwart gewoon extra geaccentueerd worden. Dat is ja. Altijd heel tof. Ja, heel mooi. Ja, ik zie ook mensen hier in de ja. Comments helemaal... Oh nee, het gaat nog steeds over gin tonic. Nee, maar echt heel mooi, Linda. Oh. Echt super. En ook leuk dat je het in een set hebt laten zien. Jazeker. Kun je nou niet naar het event komen? Hè? We zijn hier in het script. Ja. Kun je nou niet naar het event komen? Dan kun je natuurlijk ook naar Linda in Kaatsheuvel of naar Weert gaan. Dat zijn natuurlijk onze andere vestigingen. Die hebben ook een open huis. Linda doet een hele blushlokaal ja, maken. Zoals heeft waar, ze Loelle. Ja, Loelle gaat dat doen, ja. Ja. Heel tof. En in Weert kun je natuurlijk ook terecht. Die hebben allemaal workshops gepland. Ja. Dus je moet gewoon even kijken op Facebook. Je kunt natuurlijk ook online shoppen bij ons. Maar je kunt ook online shoppen bij onze distributeurs. En een heleboel van onze distributeurs zijn ook open dat weekend. Want ja, Magnetic is natuurlijk in whole everywhere. The world, actually. Ja. Oh. Maar nu hebben we het over Nederland, ja, 13 ja, ja. en 14 november. Weet je wat ik nou altijd echt het allerlastigste vond... of het meest frustrerende in de nagelstudio? Nou, krakkie-krakkie? Krakkie-krakkie. Mm-hmm. Ik weet nog wel, toen ik zelf een klant was... ik ging iedere 1,5 week naar mijn nagelstylist. Maar ik had altijd... Echt waar? Ja, echt waar. Oeh. Maar ik had altijd volledig lucht na ongeveer een week. En hoe ik vond dan? Dat altijd doodeng, ja, want dat dan ging ik heel voorzichtig doen. Hebt. Ja, dat werd gezegd. Ik lastige nagels heb. Daardoor, toen ben ik een gegeven moment een nagel kwijtgeraakt. Mm-hmm. En dat vond ik ongeveer het meest erge wat er was. Ja, snap ik wel. Liep je rond met 9 ja, nee, mooie nagels. Zeker wanneer je lange nagels hebt. Dat is een no-go. Precies. Kan niet. En ik had natuurlijk hele lange nagels. Ja.
Omdat ik zo in elkaar zit, vond ik altijd als een klant mij belde en die zei van, luister, ik heb een nagel gebroken, dat de allergrootste prioriteit. Ja, ja, ja. Gewoon 's nachts, gewoon 24/7, ja. Nu komen. Zelfs tegen bruidjes zeggen, luister, als het tijdens de ceremonie breekt, ja, bel ik naar me op, naar je toe met mijn koffer. Toe, ja, want ja, ja. Niks is erger, vind ik eigenlijk nog steeds, dan een gebroken of lelijke nagel. Ja, dat klopt wel. Maar Cheryl heeft natuurlijk een tip voor ons, hoe je dat nou beter managed. Klopt. Dus, een tip van Cheryl. Vanavond hebben we het over een nieuwe business coaching tip. En dat heeft alles te maken met time management. En time management betekent het indelen van de week, de diensten, eigenlijk de hele onderneming. Nou, wat is daar nou zo belangrijk aan? Misschien herken je het wel wanneer een klant belt en graag een nagel gerepareerd wilt hebben. En natuurlijk gebeurt dat altijd net op het laatste moment, wanneer jij bijna weekend hebt. Nou, ik heb daar een ideale tip voor en dat is het reparatieuurtje. Als je standaard op de vrijdagmiddag een reparatieuurtje inplant, dan heb je altijd een vast moment voor de klant dat ze weet dat ze dan de nagels kan laten repareren. En voor jou ook een geschikt moment dat je dat nog kunt afhandelen voordat je weekend gaat beginnen. Nou, heb je op dat moment geen reparatie staan, dan kun je natuurlijk even lekker de salon schoonmaken en echt weekend houden. Maar plan in je agenda een reparatieuurtje in. Als je dan de agenda hier vrijhoudt tussen 4 en 5, dat het vaste moment is in de week voor een reparatie, dat ook vertelt naar de klant toe, dan loopt de klant in het weekend altijd weer met 10 complete nagels. Want ja, je weet wel, als er één nagel gebroken is, dan irriteert een klant zich natuurlijk aan. En die 9 mooie andere nagels, die zien ze niet meer. Dus het is natuurlijk ook wel een enorme service als je die gebroken nagel weer heel snel repareert. En vaak bellen ze net voor het weekend. Nou, de tip is dus het reparatieuurtje. Plan dat in en jij bent van je weekend genieten verzekerd. Ja, altijd woordenvol tips. Jij hebt deze tips gefilmd met Cheryl. Ja, klopt. Ja. En we waren net met elkaar aan het praten over hoe ontzettend gestructureerd zij is. Ja, heel bijzonder. Echt, zij leert het zo helemaal. Helemaal tot in alles, de puntjes. Tot in de details. Ik ben zelf lichtelijk chaotisch. Mm. Daarom voel ik me ook wel aangesproken doordat we gaan wijnen zoals de meilandjes. Daar heb ik dan wel misschien affiniteit moeten we mee. Gewoon even kijken hoe het bij Jess gaat. Ja, we gaan even naar Jess. Ja, nee, bij mij gaat het heel erg goed. Ik heb ondertussen mijn tip afgelakt en opgeroet, zoals ik verteld heb. En dan ziet hij er zo uit. Dus je ziet al wel, hè, het shined. Het is nu natuurlijk wat matter dan dat hij strakjes zal zijn. Ik heb al wat druppeltjes op mijn palet neergelegd. Wit, want het is nu tijd voor de highlights en wat outlines. Ik ga beginnen met wit. En ik plaats nu, ik ga nu naar een kleine penseel. Dat is de Master Detailer. En eigenlijk, ja, vlekjes waar ik mijn highlightjes wil. Even kijken hoor, dan doe ik hier een beetje. Dus ik volg eigenlijk dit vlakje. Dit is een nat druppeltje. En die blend ik richting de onderkant. Nou is het hier in de studio altijd net even iets anders werken dan thuis. Dus ik moet ietsje natter werken dan dat ik thuis doe. Moet natuurlijk wel opletten dat je het niet te ver doortrekt, hè? Nee, inderdaad, nee, inderdaad. Precies. Ik spreek uit ervaring. Ja, wel, hè? Ja, maar dat heb ik wel eens gehad. Snap ik. Ik dacht dat het mooi was. Het is nu één plek. Ja, ik neem ook altijd even afstand. En ga ook weer terug. Ga er ook recht boven zitten. Dat is ook heel erg belangrijk. Ondertussen horen wij de voetjes van Little Pepper. En dan zie je die kleine oortjes. Over de studiovloer lopen. Dat is ook een chewiwiwi. Ja. Nou, maar blend je het wit dan ook nog ietsje uit? Ja, een heel klein beetje, zoals hier wel. Ja. En nu wil ik het eigenlijk wel echt wit. Ja, dus vast op zijn plek als het ware. Ja, dit worden een beetje de strokes van zijn wenkbrauwtje. En zo ga ik eigenlijk mijn hele elementje langs. En ik ga hierna pas met mijn zwart. Dat is misschien een beetje gek, maar dat doe ik heel bewust. Want mijn zwart moet gewoon echt zwart worden.
En als ik weer over mijn zwart met wit ga, dan heb je kans dat het toch minder hard gaat worden. En ik wil echt dat die outlines de kleur zo meteen enorm gaan laten spreken. En zoals je ziet, doe ik dit ook echt niet netjes. Ik ben echt een beetje aan het volgen, want ja, street art is ook niet super strak. Het is echt gewoon heel artistiek, moet ik zeggen, hè? Autistisch zou ik zeggen. Dat ben ik ook wel lichtelijk. En dus het zijn ook eigenlijk een beetje schetsstreepjes, vlekjes. Highlightje hier. Als je heel goed kijkt naar graffiti's, is dat ook niet heel erg super strak. Zou je ietsjes meer in het midden kunnen gaan zitten, lief? Zit ik niet in het midden, nee, jongens? Wat is dit nou? En ik ben zo benieuwd hoe je dit maakt. Zo. Want het is nu wel echt dat je zegt van abstract. Ja. Maar ja, nu is het ook mat. Dat is het ook wel wat het een beetje misschien wat slordig laat ogen. Maar zometeen als ik met mijn zwart eroverheen ga en de glans, want uiteindelijk gaat mijn chihuahua gaat glanzend worden. Nou, nu heb ik eigenlijk al mijn wit wel gedaan. Nu ga ik over naar mijn zwart. Ik laad mijn penseel en ik vul hem ook echt goed. Even aan het voelen of de pigmentatie goed is. Dus dat het wit gewoon goed, het water minder aanwezig is in mijn mix. Linda zegt in de comments, ik wil dat toch even tegen jou doorzeggen. Echt een talent hoor, Jessica Padberg, hoe je alles kunt vertalen naar nail art. Ja, ja, dat is een talent. Ja, maar het is ook wel een burden soms hoor. Mm. Ja, omdat je dat wil graag, denk ik. Ja, maar het houdt me ook wel wakker. En dit is ook, dat is wel grappig om te vertellen, want ik begin dan, waar moet ik dat het snelst? Waar kan ik dat het snelst mee? Voor mij is dat nog altijd masterpaint, want ja, daar ligt mijn hart gewoon. Ik weet hoe nat of hoe droog ik moet werken. Wil ik strakke lijnen of juist hele waterige lijnen? Dit werkt gewoon het snelste. Als ik iets snel moet doen, pak ik altijd masterpaint. Dus masterpaint, dat was voor mij al gewoon, daar ga ik het mee doen, punt. Alleen, dan ga ik mijn vlakken helemaal met blauw. Alles masterpaints. En dit is echt een tip die ik 4 keer, denk ik, overnieuw heb gemaakt. En uiteindelijk ben ik tot dit design gekomen. Dus met die pigmenten. En elke keer dacht ik, oh, dat is gaaf. Nu doe ik, ik doe het met pigmenten. Want dan heb je dus de metal look nog meer te pakken. En ik zal je straks aan het eindresultaat ook zien. Ik heb hiervoor ook pigmenten gebruikt, maar op een andere manier. Waardoor het eindresultaat ook anders is. Nou, hij begint al te komen, hè? Ja, zeker. Ja. Neusgaatjes. Dus nu volg ik eigenlijk die schetslijnen, hè, die ik al eerder heb gemaakt. Ja. En ik ga nu dan ook. Ja, je zei neusgaatjes. Ik zat ernaar te kijken, dacht, huh? En toen zag ik het. Toen zag ik het. En toen zag ik. Oh ja. Snitje. Ja. 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 Nou, dit is een neusje. Ik kan er zo enthousiast van worden, hè? Wel, hè? Ja. Nou, nu ga ik dan een beetje. Mandy zei dus straks al, het lijkt een beetje op mijn Bobby. Nou, dat klopt. Daar heeft wel. Ze ook wel gelijk in. Ja, hij heeft er wel wat van weg. Mandy en Priscilla zegt, ik dacht dat het een katje was, want je hebt het begin gemist, maar een chihuahua is ook eigenlijk bijna een katje. Juist, dat is een grote oortjes, hè? Ja. Eigenlijk wel, ja. Nou, en als ik dus nu ook met mijn zwart al bezig ben, dan ga ik nu, en ik zal even een klein stukje laten zien, en dan maak ik dat straks lekker af, ga ik nu dus ook met mijn zwart schaduw aanbrengen. Dus, ik heb wat zwart in mijn penseeltje. Als ik hier nou een heel klein zwart druppje neerleg, zo tjoek. Ik rol mijn penseel leeg aan mijn natte nail wipe. Ik maak contact met dat druppie. Waar ben ik? Ja, daar. En ik blend hem uit. Even wat water erbij. Ik wil hem echt in het hoekje van mijn oortje. Daar wil ik het meeste zwart hebben. En dat ga ik eigenlijk overal een beetje doen. Het oogje. Die zal ik nog wel eventjes vormgeven. Dat is een beetje een gek vlak, hè? Ja, even kijken nog hoe dit oogje wordt vormgegeven. Want dat is natuurlijk wel echt. Zo. Ga ik hierin. En dan hebben we toch echt een oog. Ja, en ik zie hier over chihuahuas.
Priscilla zegt, ja echt, en ze zijn zo lief tot ze kwaad worden. Dan zei ik net Kremlins. Ja, 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 dat ja, weet jij. Ja, ik weet alles van. Ja, ja, want af en toe denk Pepper nog van, wat heb jij nou voor schoenen aan? Ja, nu niet meer, maar nu voer ik hem steeds met koekjes, maar in het begin. Ja. Ga jij met deze stap nog zo door, Jess? Ja, dit is eigenlijk alles wat ik nu doe. Ik ga nu al mijn outlines ga ik echt bold zwart maken. En dan zul je zien strakjes aan het einde dat je ook echt gewoon schaduw ziet en echt die highlights ook gaat zien in die vlakken. Dus dit is alles wat ik nu ga maken. En dan strakjes, ja, dan gaan we even verder. Maar goed, jullie komen natuurlijk toch ook allemaal gezellig naar het event, hè? Dat wou ik eigenlijk vragen aan jullie. Ja, het event op 13 en 14 november. We staan er natuurlijk wat uitgebreid bij stil vandaag. Ja. Omdat gisteren was het best wel ook wel spannend. Nou, toch dat wel. Kun je wel zeggen. Ja, want we zitten natuurlijk toch weer in de corona ontwikkelt zichzelf weer. In een toestandje. In een toestandje, dat zeg je goed. Ja. En ik moet wel zeggen dat na anderhalf jaar het wel wat normaliseert op de een of andere manier, vind ik. Maar we werden natuurlijk wel even geconfronteerd met de maatregelen waar we ons aan moeten houden. Omdat het natuurlijk in een hotel is. Ja. Een congreshotel, wat ook een event is, en horeca. Klopt. Nou, het belangrijkste is dat dat je een QR-code moet hebben. Ben je nou niet gevaccineerd en daardoor een QR-code hebbend, kun je ook je natuurlijk laten testen. Want dat kan gewoon. Ja. Dat moet dan wel bij een van de officiële testlocaties. Testen voor toegangslocaties. Ja, ik had het namelijk verkeerd opgeschreven. Ja, dat geeft niet. Maar goed, dat komt natuurlijk soms we heel erg allemaal hard wel eens wat verkeerd gepijn. Ja. Dat maakt niet uit. Soms verliezen we het draaiboek, soms tikken we te hard. Maar testen voor toegang. En dan kun je natuurlijk toch 24 uur te gast zijn. Ja, en het voordeel is, ze zitten allemaal binnen 5, 6 kilometer vanaf het hotel af. Ja. Dus het is echt om de hoek gelukkig. Dus dat scheelt wel enorm veel. Dus je kunt gewoon eventjes naar naartoe gaan en weer terugkomen. Ja, ja, ja. Je kunt even kijken op de site testenvoortoegang.org. Ja. Je ziet het hieronder, daar zie je het, testenvoortoegang.org, waar je terecht kunt. En we hebben natuurlijk ook, voor de mensen die dat prettig vinden, dit prettige transparante masker. Als ik zo praat, dan hoor je me misschien een beetje galmen. Maar dan kunnen we toch visueel contact hebben met elkaar. Dat helpt wel heel erg. Zeker, ik merk dat ik wat ouder word. Fijn. Oh. Ik vind het wel fijn om de mond te zien. Ja, als ja maar dat heb ik ook ben. Hoor. Ik ben misschien wel wat jonger, maar ik vind het ook fijn. Ja, die mag je natuurlijk mee naar huis nemen. Zijn herbruikbaar, kun je ook bij jou in een salon gebruiken. Maar ze zijn dus niet nodig. Hè? Ja. Want als je naar een QR-gereguleerde locatie gaat, dan is het niet nodig om een masker te dragen. Nee. We hebben iets heel moois voor jullie. Ja, gaan we het eindelijk vertellen? Ja, we gaan natuurlijk tijdens het event op 13 en 14 november de nieuwe producten lanceren. En dit is een van onze nieuwe producten. De vier nieuwe Mystical Shimmer Top Gels. Kijk mee. Ja, prachtig, hè? Gewoon. Ja. En gemaakt door Gillian natuurlijk. Ja. En het zijn dus de vier Magical Shimmers. En Mystical Shimmers, sorry. Mystical Shimmers, en dat zijn dus transparante topgels met daarin een chameleon effect. Ja, en we hebben ze hier hadden we ze op zwart gelakt. Ja, voor om het extra extra goed aan te dat je kunt zien, zeg maar. Maar je kunt op iedere je kleur gebruiken. Je kan het op alles doen. Ja, wil je het wat zachter maken, dan kan het natuurlijk ook. Dus dat is geen probleem. Volgende week laat Syriza precies zien wat er gebeurt als je het op wit, op zwart of op andere kleuren gebruikt. Zodat je eigenlijk al jouw gel polish kleuren met de feestdagen in het vooruitzicht een nieuw leven kan geven. Ja, maar absoluut. Want soms willen we wel een shimmer, maar niet een glitter. Ja. En wil jij nou tot de gelukkigen behoren die dit cadeau krijgt? Mm-hmm. Dan moet je vanavond meedoen met het huiswerk van Jessica. Want dan krijg je deze vier Magical Shimmers helemaal cadeau helemaal als prijs. Helemaal gratis voor niks. Ja.
Mooi, hè? Het kan gewoon. Ja. Weet je wat ook kan? Graffiti op nails. Ja, dat kan zeker. En het is natuurlijk ook deel van het huiswerk, hè? Ja, dat klopt. Ja. En Jessica tekent en schildert nu de Chihuahua. Ja. Maar we moeten natuurlijk ook even laten zien, hoe maak je nou die graffiti op de nagel? Ja, dat klopt. En dat ga ik laten zien. Ja, jij hebt daar een demo voor dat van ons. Dat klopt, ja. Dus, goed opletten. Laten we gaan kijken. Allemaal. Welkom bij weer een hele leuke nieuwe show van Nail Talk Live. Vandaag gaan we natuurlijk over de street art, een hele store. En ik ga een soort graffiti-achtige street art laten zien. Dus we gaan beginnen. Kijk maar gauw mee. En ik ga beginnen met de cat eye en dat is de ruby. Die ga ik oppakken. Zo. En dan ga ik naar mijn design toe. En ik begin... Oh, ik heb iets te veel druppel. Ik begin ongeveer ter hoogte van... Nou, hier zo... En probeer een ongeveer zo recht mogelijk lijntje te zetten. Er komt nog van alles overheen, dus maak je niet druk als die ietsje schuiner is. Dan gaan we naar beneden. Eigenlijk wat we nu gaan doen is een muurtje creëren. De omtrek van de lijnen staan erop en nu gaan we het hele vlak inkleuren met dezelfde Ruby Cat Eye. Het voordeel is, we gaan nu niet de magneet gebruiken. De kleur op zichzelf is echt een perfecte kleur voor het muurtje. Wanneer je de magneet zou gebruiken, wordt die te donker. Het hele vlak is nu uitgehard en nu gaan we door met de volgende stap. En dat zijn de lijnen van de muur inschilderen. En daarvoor begin ik met hele dunne lijnen van de Pale Petrol te trekken. Dus kijk maar mee, op mijn palet heb ik een heel klein beetje neergelegd hier zo. En dan ga ik met mijn penseel er doorheen. Je hebt niet te veel nodig. Rode puntje even af. Zo. En dan ga ik naar mijn design. Ik schilder wel heel het oppervlak, ook al komt er nog wat overheen. Zodat wanneer je je eindafwerking hebt, toch ergens dat het er mooi onderuit komt. Want als je daarna nog wil gaan schilderen, kom je eigenlijk altijd tegen je design aan. En dat is niet zo mooi. Dus zet gewoon eronder de lijnen. We werken hem toch af met nog een matte finish, waardoor het oppervlak glad wordt. Dus dan heb je geen last van dat je hobbelende lijnen krijgt. Ik zet hier ook een lijntje. En hier een lijntje. Alle lijnen staan erop en zijn uitgehard. Daarna heb ik de hele tip afgelakt met de base en top. En daaroverheen meteen extreme mat gezet. En dat geeft het mooie gladde ondergrondeffect. En voor het laatst, op het laatst, gaan we de glans weer daarin terugbrengen. Dus dat wordt een heel mooi eindeffect. Maar we gaan door. En wat gaan we nu doen? We gaan de letters erop zetten. En daarvoor heb ik eerst Liner Gel White mijn palet gelegd. En we gaan de letters daarna even inkleuren met de White is White Gel Polish. Om de kleuren die er daarna overheen komen meer effect te geven. Dus dan komen die kleuren nog mooier tot hun recht. Dus we gaan beginnen. En je kunt even voor jezelf inschatten hoe je letters wil hebben. Ik ga mijn letters eigenlijk een beetje zo schuin over deze muur plaatsen. Ik zet eigenlijk nooit een begin en een eindpunt. Dat is een klein beetje wat je zelf wil. Je zou het ook van tevoren even licht kunnen tekenen met een potloodje. Dat kan natuurlijk ook. Eigenlijk doe ik dat helemaal nooit nergens mee. Maar voor het makkelijke kun je dat gewoon doen uiteraard. Maar we gaan nu gewoon... het zijn maar kleine letters. Tenminste, het is maar een kort letterwoord. Dus we kunnen dit nu gewoon makkelijk uit de hand doen. Kijk maar mee. Ietsje minder. Dan gaan we naar beneden. De eerste letter staat op en deze kleur ik gelijk even in met de White is White Gel Polish. Dan kan ik heel goed zien waar mijn volgende letter zo meteen moet komen te staan. Dus kijk maar mee. En dit is puur omdat de kleuren die er zo meteen overheen komen dan een mooiere... highlight krijgen. Dus die komen feller naar buiten toe. We gaan nu de letters inkleuren. En ik ga hem een beetje in twee kleuren inkleuren. Het hoeft niet echt een ombre te zijn. Maar gewoon een beetje speels erop komen te staan. Dus kijk maar mee. Ik begin met de kleur
op mijn palet. En dat is Las Palmas. Die pak ik een beetje op. En dan ga ik naar mijn eerste letter toe. En ik hou het tot halverwege. Dus ik begin bovenin. Zo. En ik pak de onderkant. En ik doe dit ook echt letter voor letter. Alle kleuren zitten erop. En nu gaan we verder met de omlijning van de letters. En dat gaan we doen met een zwarte liner gel. Belangrijk is, volg de lijnen van je letters. Dus we hebben een knikje, volgen we het knikje. We gaan de letters en het muurtje afwerken met de Supreme Finish. En daarvoor heb ik een vrij grote druppel op mijn palet neergelegd. En vanuit daar ga ik dan werken op mijn design. En ik begin hiermee bij het muurtje. Dus kijk maar mee. Ik begin eigenlijk een beetje random. Dat maakt niet zoveel uit. Probeer alleen niet het blauw te raken. Want het is wel mooi als die achtergrond mat blijft. En nu zie je die onwijs toffe kleur van de cat eye terugkomen er doorheen. En ook het zilver van de liner zilver. De muur is nu met de Supreme Finish, maar nu ga ik de letters invullen. Dat doe ik letter per letter. En waarom? Omdat ik deze wat hoger wil gaan leggen met de Supreme Finish. Dus daarom doe ik het per letter ook uitharden. Dus kijk maar mee, ik pak weer wat op van mijn palet. Beetje een druppeltje. En dan ga ik naar de eerste letter. En die breng ik voorzichtig aan. Het design is helemaal ingevuld met de Supreme Finish. En dit is het eindresultaat. Kijk maar mee. Dit is hem geworden. Maar natuurlijk kun je hier ook mee variëren. En meespelen. En ik heb nog wat hele leuke designs daarmee gemaakt. Kijk maar mee. En dat zijn deze. Hoe leuk is dat? Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik vond het in ieder geval super gaaf om te doen. En nou ja, tot de volgende workshop weer. Doei! Ja, ik vind hem echt superleuk. Oh, dankjewel. Maar ik vond die linker, we zeggen dat net tegen elkaar, mm-hmm. Want ik heb dit met jou gefilmd. Ja, klopt. En we zaten, ik was helemaal door die NTL, want ik dacht ja. Maar ik vond die linker met het rode pepertje ook wel echt heel vet. Ja, dan doen we die de volgende keer. Ja, of een variatie. Dat kan ook. Ja, dan doen we een courgette. Oké, nou, dat was een afslag die ik even niet zag aankomen. We gaan weer even terug naar Jess. Ja, maar dat is vaker zo bij Deborah, hè? Nou, ik ben even door gaan werken. Het probleem is dat ik dan ook moeilijk kan stoppen. Dus kijk maar even mee. Want ik heb al mijn outlines nu gezet. En als je al kijkt, heb ik ook al een beetje van die ondergrond. Ik heb alles met masterpaints gedaan. Oh, wat vet. Nice. Ik was even naar de comments aan het kijken. Ja, maar ik ook. Echt heel cool. Jawel, hè? Ik heb hier nog een heel klein beetje... Ik heb eigenlijk hele dunne lijntjes met masterpaints gezet. Ja. En her en der... bakstenen, zeg maar. Lopen ook altijd in verband, hè? Dus de ene komt dan hier en de andere komt dan juist daar. En zo loopt het eigenlijk in verband dan door. Dus daar let ik dan een beetje op. Ik vind hem bij de cuticle area. Ja. Wat zeggen we dat weer netjes? Vind ik hem nog iets te licht? Mm-hmm. Ja, want ik kan me voorstellen. Ik wil hem daar even een twilight zone. Ja, snap ik dus wel. Die natte druppel. Kijk, en ik doe het nu allemaal met masterpaints, maar je kunt dit natuurlijk ook perfect met je liner gels doen, hè? Of gel polish misschien. Maar liner gel is gewoon lekker ruw, lekker stug, dus daar gaat het makkelijker mee. Ik heb nu ook een kleine penseel. Misschien vind je dat lastiger. Dan pak je een iets groter penseel, zoals de Detailer 1, 2 of zelfs 3. Ja, het maakt het wel echt, het kadeert het echt. Ja, en helemaal, want ik ben nog niet klaar. Oh. Nu ben ik klaar met alle masterpaints. Mm-hmm. Ik ga dit aflakken. Dit moet wel even goed droog, hoor. Dus ik praat even door. Dit ga ik goed aflakken. Ik ga hem mat aflakken. En ik heb hem nu ook heel bewust hier dus donker gemaakt. Dat doe ik omdat ik hier zo meteen
ja, iets knallends wil hebben. En dat moet lekker eruit poppen. En dat doet het op een donkere ondergrond. Dus ik ga Cerisa Sweeties op mijn top plaatsen. Nou, moet even goed drogen. Als ik extreem mat. En dat is best spannend. Gelijk over masterpaints. Als je dat gelijk doet over masterpaints, doe het met beleid. En ga vooral niet veegbewegingen maken, want alle masterpaints verdwijnen. Ik heb natuurlijk al een top hieronder zitten, dus anders wordt mijn uiteindelijke eindresultaat ook vrij hoog. Dus ik ga dit doen. Ik durf dit met extreem mat. Maar ik ga hem heel royaal ga ik hem aanbrengen. Niet te royaal, want dan gaat hij natuurlijk weer lopen. Maar ik ga ook zeker geen veegbewegingen maken, want dan trek ik echt al mijn masterpaints eraf. Dus ik leg eigenlijk mijn druppel neer. En ik volg mijn nagel. Dus ik trek eigenlijk die druppel. Ik raak niet met het kwastje de nagel. Mooi, hè? Die glans er onderuit. Ja, prachtig. Ja, ik zit ook in opperste verbazing. Maar heel mooi, hè? Diepte, ja. diepte. Dat was ook wel mijn twijfelgevalletje. Maar ik wil zo meteen mijn eindresultaat. In ieder geval de muren wil ik mat. Ja. Nou, vandaar die extreem mat. Cerisa Sweeties zijn natuurlijk glanzend. En die kun je ook op een top dragen en die hoef je niet af te lakken. Dus perfect, ook om in te sugaren bijvoorbeeld, maar ook om in dit geval, en dat ga ik nu maken, sterren op mijn tip. Die gaan dus glanzen. En ik vind het allermooist om dan ook nog iets leuks met die chihuahua te doen. Maar dat doe ik strakjes. Wacht eventjes, dit is een demo nagel, dus 30 seconden is prima. Maar als je dit in real life doet, moet je hem natuurlijk 1,5 minuut uitharden. Oké, ik ga weer even terug naar een kleiner penseel. Jessica's Choice. Kan ook met je detailen 3 als je dat wil. Oh yes. Ja. Eline Rousseau vraagt, Jessica, kun je deze tip niet tegen betaling naar me opsturen? Ja, want ze zegt ook eerder, geloof ik, dat het net Paris is. Ja, Paris? Een hondje, denk ik. Ja. Het leek echt op Paris en ze zei al eerder dat ze ook Chihuahua had. Dus ik denk dat hij heel erg op Paris haar lijkt. Hondje lijkt. Lijkt ook niet op Paris Hilton. Nee. Paris? Deze is veel knapper. Hij is wel cool, hè? Oké. Sterren. Ik ga beginnen met Jessica's Choice. En ik leg eigenlijk op het plekje waar ik mijn ster wil, leg ik een stippie. En vanuit daar ga ik werken. Nou, ik zie hier heel veel ruimte, dus daar kan wel een leuke ster. Hier mag wel een beetje opvul. En hier. Nou, mijn druppie, mijn grootste ster, mag dan ook wel een dikkere druppel zijn. Ik rol mijn penseel leeg. En ik ga vanuit mijn druppie. En sommigen die doen het zo. Anderen die pakken echt ja, deze beweging. Zo, tjoek. En zeggen ook tjoek. Ik zeg altijd tjoek, hè? Nee, ik ook. Dan ben ik op een palet aan het werken. Met masterpaints en liner. En dus ik moet even goed opletten waar ik pak. Dat ik niet per ongeluk die masterpaints pak. Maar ik zit goed. 1 ster. Cool. Nou, dit wil ik zo meteen. Hè. Ik ga er nog 2 bij plaatsen. Ik zal nog even eentje laten zien en dan kunnen we lekker door. Want, nou ja, jullie moeten volgens mij nog ook iets doen, hè? Even kijken. Dus, vanuit die druppel. Ik hou ook van een beetje speelse sterren. Dus aan de ene kant misschien wat langer. Vul ik ook lekker die ruimte even op. En aan die kant misschien wat korter. Het bod ligt intussen op 100 euro voor je tip. Woehoe. Nou, dan ga ik nog even door, ja? Nee, een grapje. Nee, maar is prachtig. Dankjewel. Oké. Ja, ook. Ja, ik wil met sterren natuurlijk alle kanten op, hè? Ja, leuk. Als je dit eng vindt, want Cerisa Sweeties zijn natuurlijk een iets vloeibaarder, hè? Het loopt wat sneller, omdat het wat dunner is dan bijvoorbeeld liner gel. Dan kun je even flash curen, hè, tussendoor. Ik zou dan wel 30 seconden aanhouden, want dit is wel een iets groter elementje. Als je even een flash doet van een paar seconden, heb je kans dat die gaat ribbelen. En dat is natuurlijk zonde. Ga ik heel eventjes naar het script, want die mogen we natuurlijk, moeten we helemaal volgen.
Ja, oké. Okay. Ja, we hebben nog één demo volgens mij, of niet? Ja, Pepijn. Zeker. Ja. We hebben nog een demo. Ja, we hè? Ook een van Aletta. Ja, nog eentje. Ja. Melting Street Nail Art. Hoi, wat leuk weer dat je kijkt. Voor vanavond heb ik een street art geïnspireerd design voor jullie. En ik heb de nagel alvast even voorbereid met de Black is Black. En daar ga ik nu een dun laagje van de rubberbase clear overheen lakken. En het is maar een heel klein laagje rubberbase. Let wel goed op dat die wel goed overal egaal gelakt wordt. En de rubberbase ga ik dan even 30 seconden in de lamp uitharden. En dat is genoeg om een goede plaklaag te creëren waar de folies goed in kunnen. De nagel is eventjes 30 seconden in de lamp geweest en nu ga ik de folies plakken. En daarvoor heb ik al 3 folietjes voorbereid. Dat is de blauwe, een beetje een lavendelkleurtje en een rozige. En wat ik doe voordat ik ze ga gebruiken, is even het folietje. Nu is die mooi glad, maar ik ga hem even een beetje opruwen. En dat kun je ook heel mooi zien dan aan de achterkant, dat hij ook wat meer vlakjes krijgt. Dit hoef je niet te doen. Maar als je dit wel doet, krijg je wat kleinere stukjes folie op de nagel. Als je hem mooi glad houdt, dan krijg je wat grotere stukken wat dan overbrengt op de nagel. Dus het is een beetje wat je zelf mooi vindt. Ik begin met het zachte lavendelkleurtje. En die druk ik gewoon her en der een beetje op de nagel. Niet overal, want ik wil dus nog de andere ook gebruiken. En je kunt altijd nog toevoegen. Dit was de lavendel, nou pak ik de blauw. En het is een heel licht drukje, even snel erop en klaar. De roze er nog even bij, om de stukjes op te vullen. Het nageltje is weer eventjes in de lamp geweest en hij is er weer uit. En nu ga ik de volledige nagel aflakken met de extreem matte topgel. En ik ga nu gelijk met de matte topgel erover, omdat ik dit mat wil houden. Je zou ook nog kunnen zeggen van ik wil hem eerst even met een glanslaagje aflakken en dan met de mat. Dan krijg je toch nog net even een ander eindresultaat. Maar in dit geval vond ik dat niet heel erg groot. Ik dacht van nou, ik doe hem gelijk lekker mat. Het nageltje is weer uit de lamp. En nou is hij dus heel mooi mat. En dat vind ik een heel tof effect met de folies. Heel anders dan hoe die er net glanzend uitzag. Dus je kunt ook beide kanten op. Het is ook weer persoonlijke voorkeur, maar ik vind hem zo heel tof. Nou zie je echt ook die, een beetje wat distressed look van de folie. En de volgende stap ga ik doen met de Liner Gel White. En die ga ik niet mixen. Voor deze nail art is het prima om hem gewoon op zichzelf te gebruiken. Mocht je het makkelijker vinden om wel te werken met het mixje van de Liner Gel White en de Cerise Sweeties White Coconut, kan dat. Uiteindelijk heb je hetzelfde resultaat, want het is allebei wit. Dus, even zien. En ik pak een klein beetje. En dan ga ik ongeveer halverwege op het nageltje ga ik een lijn zetten. En een beetje een lijntje in wat bochtjes. Gewoon een beetje speels. Wat je zelf leuk vindt. Ik probeer eerst even een schetsje neer te zetten waar ik denk van nou, dit ziet er wel leuk uit. En daarna ga ik hem echt wit maken. Ik heb hem even 10 seconden in de lamp gehad en nu ga ik hetzelfde doen met de Liner Gel Black. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je je penseel tussendoor goed schoonmaakt, want als je van het wit naar het zwart gaat, dan kun je een beetje grijzig krijgen, maar als je dan weer van zwart naar wit gaat, dan is het helemaal dat je wit een beetje troebelig kan worden. Dus zorg dat je penseel goed schoon is voordat je naar de andere kleur gaat en telkens tussendoor even dus weer ook goed reinigt. Dus nu ga ik precies deze lijn volgen, maar dan net erboven en met de zwart. En ik zet ook weer eerst even een beetje een richtlijn. En daarna ga ik hem of wat aanzetten of wat dikker maken. Maar dat hij wel ook een beetje qua dikte vergelijkbaar is met de Liner Gel White. En als je per ongeluk een keer over het wit gaat met de zwart of andersom,
is dat natuurlijk helemaal niet erg. Dat kun je aan het eind straks nog even corrigeren. Dus geen paniek als je over een van de twee kleuren gaat met de andere kleur. Dat is allemaal te fixen. Ik heb alle lijntjes gezet en natuurlijk even 1,5 minuut uitgehard. En nu ga ik alleen het gedeelte waar de zwarte en witte lijnen staan, ga ik aflakken met een glanzende topcoat. En dat doe ik met de Supreme Finish. En doordat je dan de folies heel mooi mat hebt afgelakt, zit niks meer in mijn topcoat. En dan nu de lijntjes glanzend aflakt, krijg je een heel mooi contrast tussen die twee. En doordat je hem aflakt, egaliseer je die lijntjes ook nog even wat mooier. En als je dan de Supreme even uit hebt gehard voor 1,5 minuut, dan is dit het eindresultaat. En je kunt natuurlijk de lijntjes op allerlei manieren schilderen. Hopelijk vond je dit een leuke nail art en tot de volgende keer. Ja, cool hè? Heel leuk. Ja, en ook weer heel toegankelijk. Heel toegankelijk, ja. heel... Ja, je moet er maar opkomen. Dat ook. Hoewel, mijn favoriet blijft toch de lava. Ja, is leuk. Ja. Maar dat is gewoon omdat ik dat... Ach, nou ja, jongens, iedereen heeft andere favorieten. Maar ik vind wel alles wat Aletta altijd maakt echt heel erg leuk. Ja, klopt. En heel makkelijk. En altijd ook zo goed voorbereid. Ja, nou, het lijkt Cheryl wel. Nee, het is Aletta. Oh ja, het is Aletta. Ja. Yes, ik denk dat we weer terug moeten gaan naar jou, hè? Want ja. Wat heb jij nu? Ja, zeker. Nou, ik heb een eindresultaat voor jullie. Mijn sterren zijn uitgehard. Die heb ik 1,5 minuut in de lamp gedaan. En toen dacht ik, nog een special effect. Want hoe tof is het? En als we dus bepaalde delen mat hebben en bepaalde delen glanzend. Dus ik heb mijn Magic, want die had ik toch nog liggen, Magic Shine, gepakt, druppeltje. En ik heb mijn Chihuahua nog een keertje overgeschilderd met een detailer 3 met die Magic Shine. En dan krijg je dit resultaat. Zo mooi. En dan heb je dat je Chihuahua dus glanst en je ondergrond mat blijft. Maar je ziet echt wel de vergelijkenis met je beeld. Van tenminste, je airbrush, of wat was het? Graffiti art, die muur. Ja. Ja, terwijl eigenlijk het eind, de foto waar ik van had, dat is gewoon eigenlijk een grijze ondergrond en that's it. Ja. En ik wilde dan wel een beetje die muur. Nou had ik, ik heb dit al eerder voorbereid, het ook geprobeerd. Dit is ook met pigmenten, ook dezelfde pigmenten, alleen zie je dat die een beetje glitteren. Ja. Nou, dat komt als je dus schildert met base en top. Ook een leuk effect, alleen dat glanzende. Dan heb je je pigment gemengd met base en top. Ja. Ja. Oh ja. Ja, dacht ik altijd zo mooi pigment. Met die kleuren. Ja. Want ik had namelijk al een graffiti die ik dan zo ook als set zou dragen. Ja, die had ik al gemaakt. Dit is zo leuk, zo. Ja, prachtig. En die heeft dus ook shine en mat. Ja. En zo bedoel ik het dan eigenlijk, hè. 3 woorden. Dit is dan Just Love Art. Verdeeld over 2 nagels. Dus in dit geval zal de LO hier staan en de VE op de andere nagel. Maar even een screenshotje dan. Oh, ja, oké. Okay. Ja, traditie. Deze er wel leuk zo. Ja, dan, Ja. Pink black next to it, because the pink moet dan, en de duim moet dan ook black. Ja, dat is echt yes. Misschien moet je alleen de Chihuahua ietsjes omhoog tillen, dat hij ietsjes Wacht, minder spiegelt. Wacht, ik hou hem even iets meer. Ja, dat is beter. Schuiner, ja. Ja. Top. Oké, okay. 3, 2, 1. Screenshot! Prachtig. Dankjewel. Ja, ik ga mijn best doen, lieve mensen, om deze morgen nog even voor jullie in een reel in ieder geval even op de pagina. Kan dat niet gewoon vanavond al je? Ja, joh. Ik ben om pak een beet 12:30 thuis. Oh, piece of cake. Doe ik nog wel even, want slapen doen we niet. Oh, ik pak even het moment, want kom. Ik had ook street art. Dit zijn designs, street art designs. Dit is een les die ik ga geven. Heel leuk. En dit is al heel erg snel. 7 november aanstaande zondag ga ik deze les geven. En er zijn nog enkele plekjes beschikbaar. Dit is een hele leuke art. Supercool. Ziet er heel moeilijk uit ook. Ja, zeg dat wel, ja. Maar het is andersom, deze art. Ik ga niet vertellen hij hoe. Hij is eigenlijk heel dat makkelijk. Dat ga ik in de les. Ja, als je weet hoe ik het heb gedaan, denk je, oh. Want als je deze nu ziet, denk je, jeetje, dat zijn uren. Maar dat is niet. Maar dat vertel ik jullie in de les. Mm-hmm. Super interessant en echt te doen. Is echt een leuke salon art. En wanneer is die? Die 7 november. Zondag. Ja. Zondag. Aanstaande zondag.
En nou heb ik dan nog eentje. Ja, dus als je mee wilt doen nog met die les, kun je het beste even bellen, hè, naar Soesterberg. Ja, ja, natuurlijk. Even bellen of even contact opnemen met cursus@magneticnaildesign.com of mij even een messengerbericht sturen en dan komt het allemaal goed. En via de link op de website kun je natuurlijk ook je opgeven. En ik heb hem volgens mij eergisteren of eergisteren heb ik hem ook gepost. Daaronder staat een link, dus die kun je dan ook aanklikken. Nou, dit is al een hele oude. Of je dat volgend jaar ook nog een keer gaat geven, die les? Nou, dat weet ik niet. Mijn hoofd is heel erg... Er komt vast wel weer zoiets soortgelijks. Net zoals cartoon altijd weer terugkomt. Dus ja. Maar voor nu is dit nu echt de enige. En ook alleen op deze locatie is deze les te volgen. Dit is een leuk bijtje. Hè? Die vond Deborah heel leuk. Heb ik ook een demo van. Staat op ons YouTube-kanaal Magnetic Nail Talk. Is al een tijdje geleden, hoor. Dit zijn allemaal arts met masterpaints gemaakt. Love it. En had ik ook nog deze. Ja. Is ook een street art. En dan met een leuke cartoon erbij. Why not? Dit is ook voor de vergeten kleur hebben we die toen moeten maken. Dit was een kleur die, die wel even aandacht kon gebruiken. En last but not least, deze hebben jullie waarschijnlijk. En dit is ook een street art. Die zijn nog niet zo oud, hè? Nee, deze heb ik. En er is er nog één in de maak. Maar ja, ik vond het eigenlijk te zielig om die mee te nemen. Want die was half af. Ik denk, ach, het kind. Dus die laten we nog even thuis. Ja, was ik mee leuk aan. Ik vind het gewoon heerlijk om te maken. Is dit allemaal handpainting? Dit is allemaal handpainting. Dit is gel polish in combinatie met masterpaints. Ongelooflijk. Ja, ik hou ervan. Heel ik vind mooi. Dit heerlijk. Dus ja, waarom zou ik slapen? Hè? Ik vermaak me wel. Nou ja, dit was dus het einde van mijn e-workshop. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie resultaten. En heel veel succes, maar vooral veel plezier gewenst. En mocht je inspiratie willen zoeken... Tuurlijk hebben we die prachtige demo van Deborah die net heeft laten zien hoe zij haar graffiti's maakt. Ik ga morgen dus voor jullie aan de slag. Daarnaast op internet zijn ook zat dingen te vinden. Ook op ons Magnetic Nail Talk kanaal op YouTube heb ik ook verschillende graffiti's al eerder gemaakt. En op internet natuurlijk, ga Pinterest op en zoek graffiti, street art. En dan vind je zat inspiratie. Of rij gewoon, en dat doe ik nog wel vaak. Langs de snelweg zat ik zat. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken, lieve mensen. En ik ben heel erg benieuwd. Nu al trots op jullie dat jullie deze challenge ook weer aangaan. Jullie kunnen het. Ja, dat denk ik ook. En vooral doen we, wat is die challenge ook weer? Laten we nog even naar het huiswerk gaan. Want dat moeten we natuurlijk nog wel even op de valreep zien. Hè? Stoere street nail art met de woorden Nail Talk Live. Ja. Waar tenminste één woord een graffiti art is. Ja, precies. Dus Jeff zei net haar tip laten zien waar je die drie facetten op zag. En het middelste woord, of het bovenste woord, maakt niet uit, moet een graffiti zijn. En die andere mag je daar los bij verwerken. Dus op welke manier je wil. Al maak je drie graffiti's, ook prima. Ja, en dan kun jij natuurlijk, de regels kennen jullie wel, dan kun je natuurlijk die prachtige Mystical Shimmer Top Gels winnen. Vier kleuren, en die sturen we dan natuurlijk op, meteen na het event, zodat je misschien een van de eerste bent die ze hebt. Ja, dat is heel tof. Ik zie, May zegt, true artist, Jessica. Wauw, met een X'je van Maggie. Eline zegt nog een keertje, je kunt vanavond geld verdienen, Jessica. Want intussen heeft ze de bot met 20 euro verhoogd. Hartjes van Michaela Stronk. Zo cool, zegt Anjo. Hey, maar wil Eline, sorry dat ik je onderbreek, die wil de tip heel graag hebben? Ja. Of begrijp ik dat verkeerd? Nee, dat is zo. Nou, ga ik voor je regelen, schat. Deze wordt jou toegestaan. Dat is heel erg lief. Volgende week gaat het over... Nieuwe producten. En daar zit Cerisa voor ons klaar om alles te laten zien. Alle verschillende mogelijkheden. Hoe ga je die kleurcombinaties maken? Ja. Hoe zorg je ervoor dat die nagels nou helemaal... dus die topgels over verschillende kleuren, et cetera, Maar niet alleen dat, hoor. We hebben echt zoveel meer weer. Ja. Je weet het af en toe weer niet meer. Nee. Too much to handle. Hou de brievenbus in de gaten, want je krijgt ergens in het begin van volgende week ook de mailing met het event en alle nieuwe producten. Ja. Aanstaande vrijdag staat de show in het teken van hetgeen wij allemaal gek op zijn. Namelijk... Airnails. Ja, wordt helemaal top. Airnails als een dolle. Ja, met heel veel verschillende demos. Ja. Dus eigenlijk kun je een aantal keer in de week genieten van onze gedeelde passie. Dus tot snel, tot Nail Talk Live. Nail Talk Live. Doei! Doei.